mensen, leuk dat jullie ingelogd zijn. Wij gaan over een paar minuten beginnen. We hebben eerst een kleine ad, een kleine advertentie, vlak voordat we gaan beginnen. Het gaat namelijk over een andere uitzending die maandag van start gaat. Misschien vinden jullie het leuk. Het is ook een soort van zelfsturing. En die gaat nu in. Even kijken. Ik had een... en daarna gaan we de uitzending beginnen. Hartstikke idee. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Zometeen begint stuurloos. Maar voordat we daarmee beginnen, nog even aandacht voor het volgende. Aanstaande maandag, 1 juni, is er een hele speciale marathonuitzending met Yoshi. Ik zal er waarschijnlijk ook zijn. Misschien ook nog andere mensen die je wel licht kent van Vrijheid Radio of stuurloos. Maar, ja, dit is niet zomaar een uitzending. Dit is namelijk een marathonuitzending van 24 uur. Vanuit een hotel, ergens in Servië. En daar komen allemaal bekende mensen uit de cryptowereld. En ook onbekende mensen natuurlijk. En Yoshi die gaat daar het een en ander over vertellen. Maar voordat ik de mic aan Yoshi geef, wil ik nog eerst even vertellen. Dit is niet op de stream van Vrijheid Radio. Ik zal wel proberen om de stream te delen. Zodat mensen die lid zijn van Vrijheid Radio het ook kunnen zien. Maar... Het wordt allemaal uitgezonden vanuit twitch.tv/honklerhangout. Als het goed is kun je het ook in de chat zien. Maar ik geef nu de mic aan Yoshi. Yoshi, waar ben je in godsnaam aan begonnen? 24 ja, kijk Johan. Ik dacht, bij gebrek aan Pinkpop hebben mensen natuurlijk zoveel vrije tijd over op Tweede Pinksterdag. Dus op 1 juni, maandag 1 juni... ga ik 24 uur lang live uitzenden vanuit, laten we maar zeggen, nabij Liberland. Ik zit hier nog steeds op 30 kilometer van Liberland. En het is eigenlijk ontstaan door een aantal mensen die ik wilde interviewen. Dat zijn onder andere de ontwikkelaars van de tipbot die jij ook gebruikt in jouw stream. En die... wilde met mij wel interview doen, maar dat werd uiteindelijk 4 uur 's nachts. Nou, vrij lastig om dat dan in te plannen. Ook omdat ik hier, de locatie waar ik nu zit, is gewoon mijn appartement. En dan kan ik niet om 4 uur 's nachts een hoop herrie gaan maken. Want dan wil ik voor de buren, wil ik ze niet aandoen. Dus nou heb ik een hotelkamer geboekt voor 2 nachten. En dan ga ik op Tweede Pinksterdag ga ik 24 uur lang proberen om een uitzending te maken. En dan... nodig ik eigenlijk al mijn gasten uit die al eens geweest zijn, plus een aantal extra. Ik heb een heleboel dingen in petto. Je kan in totaal honderden euro's winnen bij mij die dag. Dus dat is op zich al een genoeg reden, denk ik. Maar daarnaast gaan we het natuurlijk ook hebben over, ja, hoe gaat het in de wereld van crypto en hoe gaat het in de gewone wereld, laat het maar even zo zeggen. Want daar is natuurlijk ook een heleboel aan de hand. En nou ja, een van de dingen die ik ga proberen te bereiken is om een heleboel nieuwe volgers te krijgen op mijn kanaal. Een ander ding is dat we gaan proberen om het Liberland project, waar ik hiermee bezig ben, om daar wat centen voor naar binnen te slepen. Dus ja, een heel gevulde dag. Ik ben nog steeds bezig met alle planning en zo. Ik heb een hele lijst aan gasten die allemaal een voorkeurstijd aan mij hebben doorgegeven. En dat moet ik nou in elkaar zien te draaien tot de sluitende planning. Dus dat is nog een heel gedoe. Maar ja, het is leuk om... Het houdt me van de straat, hè? Laten we het maar zo zeggen. Dus 1 juni op de Tweede Pinksterdag, als je dus niet naar Pinkpop kan, dan kun je wel terecht bij Honkler Hangout. Maar hoe laat begin je precies op de Tweede Pinksterdag? Ja, dat moet ik nog even kijken, maar zodra ik wakker word, denk ik. En dan, dus en dan het is nog niet eens zeker welk tijdstip begint. Nee, het ligt er ook een beetje aan wanneer mijn gasten in de nacht
willen komen, zeg maar. En als er nou heel veel in de nacht, dan pak ik misschien 2 nachten. En als, dus het is nog een beetje, maar ik denk dat het gewoon van, nou laten we zeggen, 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's ochtends. Dat we het gaan doen. Okay. Ja. En op die manier ben ik dan in de Verenigde Staten precies in de hele 1 juni. Want het probleem voor mijn stream is, ik heb heel veel, ik heb een aantal mensen die komen uit Amerika's, om het maar even zo te zeggen. En die is altijd lastig voor hun, omdat er zo'n groot tijdsverschil zit. Dus ik dacht, nou laat ik eventjes wat anders doen. Het is een soort doop, hè. Als je een eigen stream hebt, dan hoort het er eigenlijk bij dat je één keer ook, om jezelf in de picture te spelen, om 24 uur lang proberen uit te zenden. Ja. Dus dan gaan we, maandag gaat het allemaal plaatsvinden. Ja. Maar wat voor soort gasten, of tenminste noem eens een paar namen van mensen die, waarvan je zeker weet dat ze komen? Nou, ik heb bijvoorbeeld het developers team van Bitcoin, tip bitcoin.cash. Daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Die mannen die hebben dus een bot ontwikkeld waarmee je op Twitch elkaar berichtjes kan sturen. Wat je hier ook, wat je in jouw stream ook hebt. Ja. En daar zijn een heleboel updates hebben daar plaatsgevonden in de afgelopen paar dagen, een paar weken. Dus die willen dat graag groot aankondigen, ook op mijn stream. En verder kan ik melden dat ik bijvoorbeeld de ontwikkelaars van blockchain.poker erbij probeer te krijgen. Dan is er een crypto project dat heet Renew Cash. Dat gaat over renewable energy, hè, groene energie. Dan heb ik een gozer die heeft een munt, een token moet ik zeggen, dat heet The World's a Mine. En dat gaat over social media. Via die weg probeer ik een hoop nieuwe volgers te krijgen. Hm. Het is voornamelijk crypto. Een aantal grote namen waar ik nog mee bezig ben, is onder andere Roger Ver, Jeff Berwick, die ik erbij probeer te trekken. Daar zit ik nu nog mee te praten. Ik hoop allemaal van harte dat ze er natuurlijk bij gaan zijn. Ja, je hebt regelmatig ook Twan Manders in de uitzending. Hè? Komt die ook nog? Twan Manders, die heb ik ook uitgenodigd. Maar normaal doen we dat op een vrijdag, vlak voor zijn weekend. En maandag is natuurlijk zijn gewone werkdag, neem ik aan. Ik moet even kijken hoe of wat. Maar het is het voordeel hieraan is natuurlijk dat 24 uur... dan is er altijd wel een half uurtje in die 24 uur die je ervoor vrij zou kunnen maken. Dus dat maakt het wel leuk en interessant. En ja, daardoor heb ik nu ook ineens bereik naar mensen die normaal dus in de nacht zitten als ik uitzend. Om die er ook bij te kunnen betrekken. Dus ja. Oké. Okay. Nee, goed, ja, dat is allemaal dus te volgen via twitch.tv/honkler hangout. Ja. Ja. En goed, nou ja, dankjewel Yoshi en hopelijk tot maandag dan, hè? Ja, jij ook weer bedankt Johan voor de gratis publiciteit. En wie weet kom ik ook nog wel een keertje langs, want ik heb ook geen ene flikker te doen. Ja, jij bent van harte, natuurlijk. Johan, jij bent ook van harte welkom om even iets van jezelf te laten horen. Dus ik zal je even nog een berichtje sturen, maar... sowieso vult mijn agenda zich langzaam en ik denk dat ik nu ongeveer 15 interviews ga doen. Ja. Dus dat is al best wel wat, hè. Nog één dingetje voordat we met Stuurloos beginnen. We hadden in de afgelopen vrijdag radio uitzending gezegd dat we zondag ook nog even een opwarmetje zouden gaan doen, maar dat gaat dus niet door. Dat, jij moet natuurlijk eerst nog even flink slapen, hè. Maar precies, goed. Ja, ja. En... we gaan nu met Stuurloos beginnen. Ik dank jullie allemaal hartelijk voor het luisteren. En nu komt Stuurloos met Rick. Veel plezier. Hartstikke idee. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij Stuurloos, de 5e aflevering alweer, waarin we de hoogte, de diepte en de breedte en alle andere uithoeken van zelfsturing gaan bewonderen en bespreken. En in deze uitzending gaan we het hebben met Klaas, Rick, Richard en uiteraard mezelf, Johan, gaan we het hebben over het UWV.
Mike is all yours, Rick. Rick? Ja, nou, we dachten eerst maar eens te beginnen met wat doet het UWV nu eigenlijk? Want ja, heel veel mensen die horen rare verhalen natuurlijk over het UWV. Afgelopen maand zijn ze alweer een keer of vijf toch uitgesproken in het nieuws geweest. Dus we gaan het een beetje hebben over welke functies vervullen ze. En hoeveel keuzevrijheid heb je daar nou eigenlijk in? Hè? Als je bijvoorbeeld ontslagen wordt, van wat voor opties heb je dan? En moet je dan naar het UWV? En uiteindelijk gaan we het hebben over welke particuliere / private alternatieven zijn er eigenlijk voor het UWV. Bijvoorbeeld ZZP'ers hebben heel veel mogelijkheden wat dat betreft. Maar die mogelijkheden zijn er niet voor mensen in loondienst. Dus het is eventjes de vraag, hoe zouden we dit anders kunnen inrichten als de goede wil er zou zijn? Ja. Hè? Die mogelijkheden die zijn er voldoende in de markt, maar die worden nu in principe nog niet benut. Ook omdat dat wettelijk niet is toegestaan voor mensen in loondienst. En uiteraard kunt u zoals iedere week een... als je vragen hebt, kunt u gewoon in de chat je vraag stellen. Je moet uiteraard wel een Twitch-account hebben. En af en toe in de uitzending zullen we op de vragen ingaan. Dus voel je vrij om iets in de chat te deponeren. Helemaal onderaan in beeld zie je ook nog wat chatcommando's. Dus Rick. Eerste onderwerp. Wat doet het UWV eigenlijk? Hè? Wat doet het UWV? Nou ja, we kennen allemaal wel de WW en de WAO en de ziektewet. En als je een beetje nieuws volgt, heb je ook nog wel gehoord van de WIA en de WAJONG. Nou, de toeslagenwet is natuurlijk heel recent weer in het nieuws geweest. Hè? En in dit geval gaat het dan over de Belastingdienst die dat gedeelte uitvoert. Maar waar het bijvoorbeeld gaat om de huurtoeslag en de zorgtoeslag, daar gaat het UWV over. En het UWV die houdt dus bij wie er allemaal zo'n uitkering heeft. En die beoordeelt ook of jij zo'n uitkering mag hebben of niet. Dus er ligt nogal wat macht bij het UWV. En de vraag is eigenlijk, kan dat niet anders? En wat voor keuzes heb je er eigenlijk in? Weet je wat, bij het UWV, dan moet je eigenlijk terecht op het moment dat je werkloos raakt en je wilt een uitkering hebben. Dan heb je jezelf altijd voor gespaard, hè? Via de premies volksverzekeringen die op je loon worden ingehouden als jij in loondienst bent. En als ZZP heb je behoorlijk wat meer vrijheden. Dan moet je jezelf ook gaan verzekeren. Voor sommige ZZP's is dat heel vervelend. Maar als je van je vrijheid houdt, dan heb je daarin aardig wat keuzemogelijkheden. Dus bijvoorbeeld kun je zelf sparen of een inkomensverzekering afsluiten. Dus voor ZZP's zijn die opties er wel. En het is eigenlijk wel, denk ik, interessant om te kijken waarom dat nu voor mensen in loondienst niet zo is. En wat de reden is waarom dat zo star wordt vastgehouden. Ja. Ik ben zelf bijvoorbeeld ook gemoedsbezwaard. En dat is nog een andere optie. Hè? Er zijn maar 11.000 mensen in Nederland die dat zijn. Maar als je gemoedsbezwaard bent, dan wordt jouw premie die je afdraagt via je loon, eigenlijk noemen ze dat premievervangende belasting, die wordt gestort in een grote pot. Die wordt niet gestort in de grote pot, zoals dat normaal gebruikelijk is. Dus ik heb individuele rekeningen bij de Sociale Verzekeringsbank en het CAK. En dat betekent dus dat ik niet afhankelijk ben van de bevolkingsontwikkeling voor hoeveel ik uiteindelijk uitgekeerd krijg als ik bijvoorbeeld met pensioen ga of als ik ziektekosten heb. Mm-hmm. Dus dat is ook nog een optie, maar dat is nogal een radicale optie, omdat je dan gelijk nergens meer voor verzekerd mag zijn. Dus de tussenwegen die ontbreken een beetje. Keuzevrijheid die is nogal zoek. Maar ik had het voor de uitzending, vond ik wel even interessant, dat ik het met Klaas over hoe werkt dat eigenlijk in Bulgarije, want daar heeft Klaas enigszins kennis van. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat daar gaat. En je zei zoiets als dat ze daar veel meer doen voor mensen die wel aan het werk zijn, in plaats van mensen die werkloos zijn. Maar hoe werkt dat in Bulgarije? Ik denk dat wat me even zo te binnen schoot was dat ze bijvoorbeeld mensen met een baan wel tegemoet komen. Als die bijvoorbeeld kinderen krijgen, dat soort zaken. En je hebt niet... Er zal ongetwijfeld een kleine staatsvergoeding zijn als je geen werk hebt. Maar daar kun je niet van leven. En je ziet dat... Dat ook nog niet zo drastisch is. Hè. In Nederland heb je maatschappij waar eigenlijk de prijs van alles is heel hoog. Dus als jij niet in de molen zit met inkomen, dan is het eigenlijk onmogelijk om ook maar enigszins voor bepaalde tijd
zelf rond te komen. Hè. Je kan natuurlijk uit een hele gelukkige situatie komen dat je heel veel geld hebt. Mm. En dan kan je daarmee een soort ja, wat vrijheid kopen. Maar ja, dagelijks leven in Nederland is zo ja, duur dat je eigenlijk wel vrij vlot, dat de meeste mensen zijn vrij vlot door hun reserves heen. Als jij niet de moeite hebt genomen om heel veel opzij te zetten, dan ben je in Nederland zonder baan al vrij snel afhankelijk van een ander. En dat is in Bulgarije totaal niet zo. In Bulgarije is het heel gewoon dat jij je pand bezit. Als jij je pand waar je woont bezit, dan word je niet helemaal leeg belast omdat je bezittingen hebt. Het is normaal nog om zelf voor je eten te zorgen. En nou ja, jij eet misschien geen vlees, maar mensen daar hebben wel vaak bijvoorbeeld ook nog gewoon dieren waar ze producten van nemen. Ze hebben groente en fruit uit hun eigen percelen. Dus dat is een hele andere manier van leven. En ook ja, bijvoorbeeld mensen die het noodlot treft. Hè, er zijn altijd uitzonderingen natuurlijk. Mensen die zelfs met alles wat ze hebben aan bezittingen, aan eigen vermogen, aan panden, grond. Ja, het kan nog steeds misgaan natuurlijk. En je kan je ook prima gewoon verzekeren daarvoor. Er zijn allerlei verzekeringen. En, maar Stefan, als je dat niet hebt gedaan en het is gewoon een, zeg maar, een standaard levenssituatie en je hebt even iets. Er zijn genoeg middelen. En wat je wel ziet is dat mensen bijvoorbeeld verkopen in de stad en dan op het platteland gaan wonen. En dan kunnen ze nog steeds rondkomen zonder dat iemand hoeft in te grijpen. Of zonder dat ze afhankelijk zijn van een overheid die dat toch ook niet doet in die mate daar in het land. En dat is aan de ene kant fijn natuurlijk. Hè, dat als je daar werkt, dan hoef je niet zoveel af te dragen. Ja, aan de andere kant, als het noodlotje echt treft en je hebt helemaal geen familie en vrienden en bezit, ja, dan moet je misschien, weet ik veel, ja, moet je een soort crowdsourcing gaan doen of zo. Mm-hmm. En dat bestaat natuurlijk wel. En ja, ik denk ook dat in Nederland ook een rol speelt. Hè? De angst dat dan misschien als ooit eens iemand echt tussen de wal en het schip terechtkomt. Dat is zo eng dat we maar met z'n allen in de dwangmolen moeten. Nou ja, maar dat hebben ze daar nog niet. Maar het zal ongetwijfeld komen. Hè? Het is niet zo dat Bulgarije een libertarisch land is. Het is daar gewoon een land waar ze ook massaal protesteren voor allemaal zekerheden. En ze staan ook allemaal in de rij om, of heel veel mensen staan ook in de rij om deel van hun vrijheid ervoor op te geven. Maar op dit moment is het wel heel prettig. En ik vind het zelf wel fijn dat je meer kunt kiezen hoe je wilt leven. Dat geldt voor alle aspecten. En ook met de mate waarmee je met arbeidsonzekerheid omgaat. Ja, en ik begrijp dus ook dat die zeg maar inkomensverzekering of soort van vaste premies via het loon die in Nederland worden ingehouden, dat die in Bulgarije niet verplicht zijn. Jawel, maar die zijn regressief. Dus je hebt zeg maar een bare minimum die je betaalt. En als je dan meer gaat verdienen, dan houden die premies op een gegeven moment gewoon op. En dan is het gewoon salaris. Dus je hebt een soort absoluut minimum wat in stand wordt gehouden voor iedereen. En nou ja, dat is eigenlijk niet genoeg om ook maar iets van te doen. Dan moet je echt op het platteland en deels zelfvoorzienend. Kan je daarmee met die steun zou je rond kunnen komen. En daar moet iedereen wel aan voldoen. Maar voor de rest, het is het omgekeerde van progressief. Hè? In Nederland, hoe meer veren je hebt, hoe meer je geplukt kan worden. In Bulgarije is het wel zo, ja, als je bereid bent om te investeren in jezelf of om meer te gaan verdienen op een of andere manier, of je bent in staat om dat voor elkaar te krijgen, dan hou je zelf de vruchten daarvan in veel grotere mate dan in een nivellerend land zoals Nederland. Mm-hmm. Johan, ben je er nog bij? Ik ben er nog bij hoor, ik ben met de chat bezig. Ja, ik had even een vraag aan jou over hoe dat bij jou eigenlijk verlopen is. Rond die hele corona ben jij natuurlijk vanuit je uitzendwerk kon je taken niet meer vervullen. Mocht ook niet meer. Mm-hmm. En hoe ben je toen in aanraking gekomen met dat UWV? Wat is er gebeurd? Normaal gesproken, ik ben zo iemand, ik wil helemaal niks van de UWV hebben. Ik wil geld van de staat, ook al bouw ik het zelf op hoor, maar ik wil gewoon niet van zo afhankelijk zijn. Dus meestal ben ik zo van, ja, mocht ik op een of andere reden mijn baan kwijtraken, is het helemaal niet zo moeilijk om weer werk te vinden. Dus werk zat eigenlijk. Ik ben ooit een keer op de hoogtepunt van
bij de vorige crisis, op het moment dat op de radio verkondigd werd dat er nog nooit zoveel werklozen in Nederland geweest waren. Toen was ik, ben ik zelf weggegaan bij een werkgever die failliet was gegaan. En officieel moest hij mijn salaris nog doorbetalen. Maar ik zei, jongen, ik doe helemaal geen werk eigenlijk. Dus ik wil ook geen geld van jou hebben. Ik produceer helemaal niks. En toen heb ik een verklaring getekend dat hij... dat we afscheid nemen van elkaar en dat hij mij niks meer verplicht was. En daar was hij zelf ook heel blij mee hoor, want hij had het er best wel moeilijk mee dat hij allemaal salarissen moest doorbetalen. Want het moest, uiteindelijk komt het uit zijn eigen zak. En ja, toen op dat, het was op het hoogtepunt dat er de meeste werklozen waren en ik had de dag daarop gewoon weer werk. Ik was gewoon naar het uitzendbureau gegaan. Ik zei ik wil graag werken. Ik had mijn netste pak aangetrokken wat ik had. En ze dachten eerst dat de directeur binnen kwam lopen, maar ik zei ik wil werken, ik neem alles aan, ik zeg overal ja tegen, dat doe ik altijd. Dus ik had altijd de ja-theorie. Dus gewoon overal ja tegen zeggen, dan heb je een heel spannend leven. Dan kom je nog eens ergens. Dus ik zei ik wil alles doen, ook al moet ik afwassen, maakt mij niet uit. En nou ja, ik had meteen werk. Ik had zelfs 70 uur per week werk. En dus ik zei nog van, ja, ik hoorde vanmorgen op het nieuws van dat er 700.000 werklozen zijn. Zegt die vrouw van het uitzendbureau, die zegt van, ja, ik zou dolgraag willen weten waar ze zitten, want wij hebben veel te veel werk. Ja, dus nou ja, in ieder geval, ik wil eigenlijk ook geen geld aannemen. Ik vind dit ook een hele vreemde situatie nu, weet je wel. Ik wil dolgraag werken, ik ben bereid alles aan te pakken. En dan zit ik nog thuis, weet je wel, omdat, we gaan daar ook niet verder. Ja? Hoe werkt dat nu in de praktijk? Wat moet je daarvoor doen om bij het UWV überhaupt geld los te krijgen? Onder welke regeling? Ik val onder NOW en dat was nog in het begin heel erg onduidelijk. Okay. Ik werd de eerste paar weken werd ik van kastje naar de muur gestuurd. En eigenlijk wist niemand eigenlijk wat nou precies de bedoeling was. Dus het uitzendbureau zegt, ja, je moet bij de UWV wezen. UWV zegt, nee, jij valt onder het NOW. En dus je moet weer terug naar het uitzendbureau. En het uitzendbureau die zegt van, ja, ik heb hier een... Wat zeg je? Kan je me horen? Wat is NOW? Noodfonds. Misschien weet iedereen het. Sorry, is dat de coronanoodfonds? Alle bedrijven die krijgen dan die zeg maar door het de noodtoestand de deuren moeten sluiten. Dat is meestal horeca en catering, die krijgen dan een bak geld van de overheid. Is dat die 4.000 euro? Nee, dat is weer een andere regeling inderdaad. Die bestaat ook. Ja, als je dus heel duidelijk. Ja, als je duidelijk kunt aantonen dat je als bedrijf dus door de overheid bent stilgezet, zoals een horecabedrijf of zo, dan heb je recht op een eenmalige uitkering. Maar er zijn allerlei bedrijven die dus nu moeite hebben om salarissen door te betalen aan hun werknemers. En daarvoor is nu die NOW-regeling ingesteld, gewoon puur omdat er minder werk is voor die mensen. Dus dat is hoe die NOW werkt, ja. Maar het is kortom een heel ingewikkeld gebeuren. Ja, ja, ja. Ingewikkeld gebeuren. Ik werd een paar weken lang heen en weer gejojo'd. Op een gegeven moment zelfs maar een advocaat erbij gehaald. Want ja, er kwam geen geld binnen. Ik kwam er toen achter dat met een beetje speculeren op de beurs kun je ook best wel een prima maandsalaris opbouwen. Toen ben ik dat maar gaan doen. En op een gegeven moment had ik ook zoiets, ja, ik kan het ook wel zo verdienen, weet je wel. Maar ja, toen kwam in één keer een telefoontje van, ja, je goed nieuws, je valt onder het NOE. En in één keer kreeg ik allemaal bakken geld op mijn rekening gestort. Ik heb het allemaal maar in bitcoin gegooid. Dus... Ja, ik vind het wel een beetje raar inderdaad. Ja, het voelt heel vreemd, want ik ben normaal gewend om te werken voor mijn geld. Dus... Ja. En we hebben nog Richard, hè? Maar hoe had je dat anders op? Ja, Richard, loop je er tegenaan in Groningen? Je doet nog steeds het wijkwerk, toch, in Groningen? Ja. Merk jij dat in de praktijk, dat de mensen met wie je daar werkt, zeg maar, in de wijken, dat die ook tegen dit soort problematiek aanlopen? Zeker op dit moment, maar gewoon in het algemeen ook met het UWV. Nou, ook vanuit mijn eigen arbeidsgeschiedenis
heb ik wel geleerd dat je twee verschillende trajecten hebt. Of je valt onder het UWV, en dan, of je valt zeg maar onder de bijstand. En dat zijn toch wel twee hele verschillende bakjes. Ook al moet je jezelf bij de UWV aanmelden. Is bijstand, ja, dus toch meer vanuit een gemeente geregeld. UWV is meer centraal geregeld. En en dan hoor ik eigenlijk van het UWV niet zo heel veel problemen, behalve dan dat het moeilijk is om geld te krijgen waar je recht op hebt, of dat je dat je lang moet wachten, of dat het systeem niet goed werkt. Dus ze hebben ook een hele portaal waar je naar werk moet zoeken en dat soort dingen. Ja, het slaat heel vaak de plank mis, maar er zitten geloof ik een paar miljard in dat project. Het enige over het UWV is zeg maar dat vroeger mocht de UWV ook meer begeleiden weer naar werk. Dus dan kon je opleidingen doen, weet je wel, alles in overleg. En nu zijn er veel, veel, veel minder potjes. En nu heb je eigenlijk veel meer een soort vage reïntegratietraject. Waardoor je een heel nieuw soort verhouding krijgt tussen arbeid en economie. Zeg maar een soort participatiesamenleving. Waarin je wel vaak taken verricht. Maar nauwelijks vergoed wordt. En alles met het oog op reïntegratie. Terwijl er zijn ook participatietrajecten die gewoon echt personeel eruit werken. Dus in de zorg of in het vervoer. Er worden soms gewoon mensen met een kleine aanvulling worden ingezet, waar eerst zeg maar iemand gewoon een volledige baan had. Onder het mom van dan kom je weer dichter bij het werk. Dat is de hele dubbele kant ervan. Dus de groenvoorziening gebeurt dat. Dus ik zei, gehandicapten vervoer of ouderen vervoer. Gewoon mensen die op een busje komen. Doe maar wat. Hè. Dan ben je bezig. Hè. En dan werk je voor je geld. Alleen je zit dan wel eigenlijk echt een plek van een voormalige collega, hè, die dan net is weggestuurd, Barentaal. Sterker nog, er waren ook gewoon verhalen, ook al iets meer dan vijf jaar geleden, met name van de plantsoenendienst in Coevorden, dat je kon zelfs dezelfde baan aangeboden krijgen. Is zo'n participatietraject. Dus dan werd je eruit geschopt bij de plantsoenendienst van de gemeente Coevorden. En dan mocht je zeg maar voor een veel lagere vergoeding, mocht je dan weer aan het werk bij via zo'n traject. Mm. Dat is dus wel armoede. Ik bedoel, er zijn een aantal dingen wat er gebeuren, hè, als je je werk kwijtraakt. Is gewoon verlies van inkomen en ontstaat verlies van contacten. Je hebt allemaal collega's opgebouwd. Je hebt misschien een klantenkring opgebouwd waar je in zat. En je verliest een stukje verlies van routine. En daar tegenover staan ineens allemaal zorgen. Wat nu? En hoe moet ik mijn eten betalen? Hoe moet ik mijn hypotheek betalen? Etcetera. En ik denk
dat de service van het UWV is op dit moment nog zo ondermaats dat de taak die ze zouden moeten uitvoeren, dat voeren ze heel minimaal uit. Mensen ervaren het meer als een soort zorg erbij, dat je dat goed geregeld hebt. Ja. Zeker ook naar de wet op fraude van een jaar of 5 geleden, waarin als je met alle goede intentie een fout maakt, kun je zeg maar beschuldigd worden van fraude en met hoge boetes als gevolg. Ja, dat nu natuurlijk weer gezien bij die kinderopvangtoeslagaffaire. Net gisteren nog weer een debat over geweest, dat ging er behoorlijk heftig aan toe ook. Gelukkig maar, want er is een hoop om je voor te verantwoorden als Belastingdienst, maar ook als ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid natuurlijk. Ja, dus, maar dan functioneert mensen, het gaat niet alleen om het bedrag, weet je wel. Het gaat dus ook met name om de functie van zekerheid, waar het UWV enorme steken laat vallen, wat inderdaad gewoon vreemd is, omdat iedere werkende Nederlander heeft daar gewoon geld op ingelegd. Dus ja, dat vind ik nog een van de meest verbazingwekkende aspecten als je bijvoorbeeld bij de WW kijkt. De WW, daar heb jij zelf voor gespaard, hè, via je loon, daar draag je gewoon premie vooraf. Ja. Wat is het eerste wat op de UWV-pagina staat? Wat jij moet doen als jij in de WW-uitkering zit, vooral zoveel mogelijk solliciteren, zodat je er zo snel mogelijk weer uit bent. Ik denk, nou laat dat lekker aan die verzekerde over. Die heeft daar premie voor afgedragen. Die heeft er gewoon recht op, weet je wel? Ja. Eens lopen pushen dat hij weer een baantje moet gaan zien te vinden. Ja, en op zich is die prikkel nog niet zo verkeerd, weet je wel. Nee, alleen ondersteunend snap je hem wel. Dit snap ik ook. Maar dat er continu achteraan gezeten wordt. Nou ja, als je ooit in de WW gezeten, weet je hoe dat gaat. Dan moet je eens in de zoveel tijd moet je een bepaald aantal sollicitaties de deur uit gedaan hebben. En die sollicitaties die hoeven ook niet echt ergens op te slaan of zo, zolang je maar gesolliciteerd hebt. En meestal is dat in het begin nog in je eigen vakgebied. En als dat allemaal wat langer duurt, dan moet je ook werk aan gaan nemen waar je eigenlijk helemaal niet voor geschikt bent. Want dan wil het UWV van je af. Uiteindelijk moet je constateren. Ja. Precies, ja. Ook in het... mensen die inderdaad gaan solliciteren op iets waar ze eigenlijk niet goed voor in aanmerking komen. En dat is ook heel raar voor mensen die echt op zoek zijn om een functie te vervullen. Dan krijg je dus gewoon mensen langs die verplicht moeten solliciteren. En volgens mij, ik weet niet precies hoe dat gaat, maar ze mogen het ook niet slecht doen volgens mij, hè. Of je moet je best doen. Maar dat is heel raar, want dan krijg je dus gesprekken. Dus dan gaan bedrijven tijd besteden met mensen. Ja, die zelf al weten dat ze het niet zijn, omdat ze niet kunnen voldoen aan die functie. Maar omdat ze gewoon moeten solliciteren, zijn ze daar. Dat is eigenlijk een beetje een rare fantasiewereld natuurlijk. Een beetje raar, duistere fantasie. Dat je allemaal van die soort dwangmatige, rare dingen krijgt. Ja, ik krijg heel veel brieven krijg je als werkgever. Dat je afvraagt van waarom solliciteer je? Ik had van iemand van personeelszaken gehoord. Van een bedrijf waar ik wel eens werkte. Die zei van we doen liefst zaken met een uitzendbureau. Hè? Dus ze krijgen ook wel eens van die sollicitatiebrieven binnen van mensen via het UWV. En dat gaat in een laadje. Want ze geven toch altijd de voorkeur aan uitzendkrachten. Dat is dan misschien wel wat duurder. Maar dan heb je in ieder geval, weet je zeker dat je mensen hebt die sowieso echt willen. Weet je wel? Niet dat iemand in een uitkeringssituatie niet zou willen hoor. Maar als iemand een paar jaar al thuis heeft gezeten, dan is toch wel een beetje een verschillende kwaliteit, denk ik. Toch? Ja, dit is een verschillende soort van ondernemingszin als het ware ook. Hè? Ik ken al redelijk wat mensen die ofwel in de bijstand zitten of in de WW of erin gezeten hebben of onder een of andere regeling vallen. En die nemen dat dan vaak heel erg werkgevers kwalijk of de samenleving of het systeem als geheel. Dus die plaatsen de oorzaak buiten zichzelf. Ik zeg niet dat iedereen dat doet, hè, maar dat komt onder mensen met een uitkering komt dat wel meer voor.
En dat zeg ik eigenlijk stand. Nou, je kunt er ook voor jezelf beginnen. Ja, ja, maar dat is veel te ingewikkeld en dan loop ik heel veel risico. Weet je. Ik denk, ja, ja, als je uit die ellende wil, dan moet je ergens ook een keer zelf stappen gaan ondernemen. Weet je wel. Dat is, ja, dat is wel een soort insteek die over het algemeen wat beter werkt. En dan ziet een werkgever je ook graag komen als je zelf initiatief neemt. Mm-hmm. Dus ik vond dat wel een mooie insteek. Ah, ik heb trouwens in die periode, vlak voordat dat ik het telefoontje kreeg dat ik onder de NOW viel, heb ik nog even een blauwe maandag bij het UWV gezeten. Op een gegeven moment had het UWV zoveel mensen die heen en weer gejojo'd werden. Dat ze, en er was nog geen duidelijkheid wanneer het NOW kwam. Dat ze zeiden, oh, oké, kom maar even tijdelijk dan bij het UWV. Dus daar heb ik geloof ik een week gezeten. En dan moest ik dus solliciteren naar functies waarvoor ik in aanmerking kwam. In verband met mijn arbeidsverleden. Ja. En dat waren nou juist, was dat een sector die dus stil lag. Dus ik zei al, ja, het lijkt me sterk dat ze nou koks zoeken of cateringpersoneel. Mm-hmm. Ja, dus, ik denk als die vacatures er zijn, dan zullen ze wel eerder bij het uitzendbureau te zijn dan bij de UWV. En toen zei die man, ja, 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 je hebt eigenlijk wel gelijk. Maar doe dan nou maar, dat is die man van het UWV, doe dan maar even net alsof, zegt hij zo. Jongens. Ik zei, oh, dus kan ik, net is die grap van Herman Vinkers, van ik vind mezelf uitermate geschikt, oh nee, dat iemand solliciteert voor algemeen directeur. Ik acht mezelf uitermate geschikt, ik verwacht jullie morgen op mijn bureau of zoiets. Ja, maar ja. Maar dat is ook al zo, ik wil daar nog wat later op terugkomen. Maar het is ook gewoon zo dat 2017 is daar eens een keer een onderzoek naar gedaan, hè, van de Intelligence Group. Op de site van Vrijheid Radio kijk, dan zie je dat die link daarna ook wel terug. Dus toen vond slechts 2% van de werkzoekenden vond een baan via het UWV. In vergelijking, hè, 23% van de mensen toen die vond een baan via bekend of via het eigen netwerk. 13% via vacaturesite, 9% via uitzendbureau, 7% via social media. Er zit een heel rijtje voor dat UWV van manieren waarop mensen werk vinden, die met dat UWV helemaal niks te maken heeft. UWV is niet om werk te vinden. Ik weet nog dat ik dat in de jaren, eind jaren 80 al hoorde. Als je een uitkering wil, ga je naar het UWV. Als je een baan wil, ga je naar het uitzendbureau. Weet je, dat was toen al een beetje de slogan. Maar wat valt er dan onder? Die 2%, waar bestaat dat dan uit? Wat voor soort, dat, is dat dan ook dat je verplicht aan het werk moest of zo voor je uitkering? Nee, dat weet ik niet. Maar in ieder geval zijn dat dan mensen die dus van de werkloze situatie naar een werkende situatie zijn gekomen. Doordat het UWV erin heeft bemiddeld. Bijvoorbeeld via het UWV werkbedrijf. Weet je wel? Ah, zo. Ja, wat ik wel eens heb gezien, ik weet niet of het UWV dat deed. Maar ze hadden ook wel eens van die situaties dat bijvoorbeeld bedrijven failliet gingen. En dan had je dus mensen met heel veel ervaring die eigenlijk alleen maar op straat kwamen staan omdat het bedrijf failliet ging. Dus waren op zich vrij kansrijke mensen. En er zijn wel eens wat van die overheidsprojecten geweest om die dan naar een baan te loodsen. Mm-hmm. Dat hadden we in Leeuwarden ook wel. En ja, er werd dan ook geld voor vrijgemaakt. En ik vond het zo bijzonder, want het was een uitzendbureau waarschijnlijk ook wel gelukt om deze kansrijke mensen weer bij een baan te krijgen. Of gewoon ja, natuurlijk. Klik in de krant of op online. Hè, dat, en dat blijkt wel uit die nummers die jij zegt. Want het netwerk en wat was de site? Hoe groot was het via online? Wat zei je? Oh, via online. Via social media was het al 7%. Ja. En 13% via vacature sites. Nou ja, en tegenwoordig uitzendbureaus gaat ook online. Dus dat is 9%. Dus reken maar dat het... Nou, zo rond de 30% mensen die dat sowieso al online vond toen al, in 2017. Ik denk dat eigenlijk dat het alleen nog maar meer is geworden. Ja, denk ik ook. En het lijkt me ook de beste plek, hè? Als ik een baan wil vinden, ik heb een aantal momenten ben ik wel eens gedacht van, oh, ik ga bij deze werkgever weg, omdat ik bijvoorbeeld verhuis of zo, of omdat ik dacht, ik ben... toe aan een nieuwe uitdaging, zoals ze dat zo mooi noemen. Dan kijk ik niet op de site van UWV. Dan kijk ik op, vacature sites. Ja, die dat allemaal netjes bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld op Indeed of zo. Die zet het allemaal netjes onder elkaar. Dan weet ik ook dat het up-to-date is. Dan kan ik rechtstreeks contact opnemen met de werkgever.
Zonder dat er een of andere rare UWV-coach tussen zit, van wie ik niet weet wat de kwaliteiten zijn. En waarvan ik eigenlijk alleen maar rare verhalen heb gehoord. Dan denk ik, nee, dat zijn dat toch niet veel mensen die nog via het UWV aan een baan komen tegenwoordig. Nou ja, ik zou wel al mijn verplichte sollicitaties dan via de UWV-site doen. Van al ja, natuurlijk. U met suggesties werken. Ja. Een beetje feedback te geven van hoe goed dat dan gaat. Nu is het ook wel zo dat ik in mijn leven nog nooit een uitkering heb gehad hoor. Behalve dan voor mijn studie ooit is, maar dat was toen nog. Dat is tegenwoordig ook al niet meer. Maar ik heb nooit een bijstandsuitkering gehad, nooit WW, een of andere arbeidsongeschiktheidsgebeuren of zo. En ik denk ook echt, dat kan allemaal zonder enig probleem gewoon bij een normale verzekeraar. Weet je, alle ZZP'ers die doen dat ook gewoon. Wat is nu de noodzaak om dat bij het UWV onder te brengen? Ja, dat is een vraag voor ons. Ik, natuurlijk, ja. maar Richard, misschien weet jij dat wel. Wat zou nu vanuit overheidswegen een reden kunnen zijn om zoiets bij een UWV onder te willen brengen? Of waarom voelen mensen zich daar überhaupt thuis? Want er zijn toch mensen die daar dan een uitkering aanvragen bijvoorbeeld. Ja. Of die zeg maar een groot deel van hun leven in de bijstand doorbrengen, wat dan onder de gemeente valt in dit geval. Maar een beetje vergelijkbare situatie, hè? Ja, het is zoals het structuur nu is, hè? En mensen nemen dat gewoon aan. Dus ze stellen verder niet de vraag bij van, hè, kan het beter? Of nee, je hebt gewoon geld nodig. En dan vraag je het gewoon aan. Volgens mij is het zelfs zo dat als je te lang wacht met de aanvraag, dat je dan zelfs beboet kan worden. Dus, als ik mij goed herinner. Je moet binnen zoveel dagen aanvragen. Anders, je moet op tijd melden dat je baan kwijt bent, volgens mij. Oh, dus ik had eigenlijk een boete kunnen krijgen al die keren dat ik zonder werk. Volgens mij ook wel niet aanvragen. Het lijkt me sterk dat je een boete krijgt als je helemaal niet aanvraagt. Maar als je gaat aanvragen, dan moet je wel op tijd zijn. Oh, dat. Oké. Okay. Zo heb ik het onthouden in ieder geval. En heeft ook mee te maken met, je moet in Nederland natuurlijk wel in het juiste potje vallen. En er zijn genoeg mensen die niet werken, om wat voor reden ook. En die staan niet allemaal bij het UWV ingeschreven. En er zijn ook mensen die op een gegeven moment stoppen met werken, om wat voor reden ook. En ook geen baan zoeken. Dus ik weet vrij zeker dat het alleen geldt als je een uitkering wilt. Als je die glijbaan op wil, dan moet je wel meteen in de rij gaan staan. Maar je mag natuurlijk prima er geen gebruik van maken. Ik denk dat het de reden waarom er veel gebruik van wordt gemaakt, is dat ook al heb je een ander netwerk waarop je zou kunnen vertrouwen of verzekeringsproducten, dan nog steeds denk ik dat er heel veel mensen zijn die in combinatie met de alledaagse kosten van het leven gewoon niet veel opzij kunnen zetten. Of niet een heel goed verzekeringsproduct kunnen kopen. En ook dat zeg maar de mensen in hun directe omgeving ook niet genoeg overhouden om een goed vangnet te zijn. En dat hangt in mijn ogen toch weer samen met dat in Nederland is gewoon te duur. Alles is te duur gemaakt. En bijvoorbeeld ook woningen. Woningen zijn, en dat merk ik nu weer, die zijn buitensporig duur in verhouding tot hun kwaliteit. En er is ook stip voor dat jij bent bereid om gewoon in een huis van 50.000 te gaan wonen, wat je zelf bouwt. En dan mag je niet gewoon voor landbouwgrond. Dan moet je eerst een stuk grond kopen. En die grond die gaat je al 100.000 kosten. En als je in de buurt van iets nuttigs wil wonen, dan kost die al 250.000 die grond. Nou, en dan ben je, dan is dat hele idee dat je bereid bent om in een huis van 60.000, 50.000 te willen wonen, is alweer compleet vernietigd. En ja, laat maar staan dat dat mag, hè? Want dan krijg je allerlei andere hoepels waardoor je moet springen. Dus zelfs als er een partij is in een ander land dat zegt, nou, wij zetten gewoon een functionele woning neer voor 50.000 euro. Dat is nog maar de vraag of je dat ooit voor elkaar krijgt. Dus ik denk dat dat zorgt ervoor dat heel veel mensen die zitten gewoon naar hun dak boven hun hoofd en naar hun eten en drinken, dat soort zaken, energielasten, verplichte verzekeringen, daar hebben ze nauwelijks wat over. En omdat ze ook niet echt beschikking hebben over al dat geld dat de werkgever namens hun afdraagt, dan krijg je echt een situatie dat het moeilijk wordt om heel veel goede verzekeringen. Hè? Want ik snap best dat één verzekering is nog wat te overzien.
Maar in principe zou je meerdere dingen misschien wel beter privé kunnen regelen. Maar de praktijk is dat zeg maar, het kostenplaatje waar heel veel normale werkende mensen mee geconfronteerd worden. En de kosten van het levensonderhoud, dat is zo'n drastische situatie. Dat je misschien maar op één gebied, als het al überhaupt mogelijk is, kunt kiezen om iets meer privé te regelen. Ja, misschien ben jij in een iets luxere situatie omdat je woonlasten meevallen of omdat je misschien een bovengemiddelde baan hebt. Maar ik denk dat heel veel mensen toch wel in de problemen zitten als ze 1 of 2 maanden geen inkomen hebben. En dat ze eigenlijk ook niet een vangnet hebben in hun omgeving of de mogelijkheid om echt goed verzekeringsproduct af te nemen. Ik denk... Ja, ga je gaan. Geef maar eerst, Rick. Hoe heet het? Ik zit nog echt te denken zo van... Klaas heeft het dan meer over... wat ervaar je? Hè? Wat voor spanning ervaar je, geloof ik? En ik denk, wat je vroeg zo van, hoe komt het nou... En ja, dan zit ik zo, ik heb net even de Wikipedia pagina van het UWV uitgezocht van hoe is het nou zo gekomen, weet je wel. Nou, ik benader het meer zo van, ik zie het volgens mij meer zo van, het is ooit een keer ontstaan, hè, met het idee van we gaan een sociale vangnet vormen. En het is er een bepaalde kant op gegroeid. En volgens mij hebben mensen dat, ja... accepteren ze dat maar gewoon. Ook al is de kwaliteit van de uitvoering wat minder, zeg maar. Want dat is zeg maar, als je gewoon kijkt zo van, moeten alternatieven? Nou, dan is zeg maar de vraag van, wordt het dan ook beter? Dus dan moet je ook met iets beters komen. En ik denk zeg maar dat hier een bepaalde, ja, hoe zou ik zeggen dat, een soort mentale luiheid, niet om de associatie met uitkeringsgerechtigen op te roepen, maar meer zo van, ook van, als je gewoon dingen onklakkeloos aanneemt, dan is het al mentale luiheid, zeg maar. Van, weet je wel. Nou, en in dit geval gaat het dan om iets van de overheid. En dan denk ik dat het voor heel veel mensen al goed is, zeg maar. Weet je wel, gewoon oké, niks meer aan veranderen. En verder ook, en verder duiken ze ook niet in op die materie. Hè? Van, wat is het, kan het? Ze kijken gewoon alleen maar naar hun... inkomsten en hun uitgaven. Nou, UWV geeft wat geld. En als ze geen geld hebben, nou, als ze een tijdje geen geld geven, nou, dan leef je in frustratie. En dan krijg je op een gegeven moment weer geld en dan is alles weer ineens goed. Dat is ongeveer het niveau van een gemiddeld persoon, denk ik. Oh, gelukkig, ik heb weer WW gekregen en ik mag nu weer 3 maanden uitbreiden. Ja. Ja. Kom weer even naar de koffieshop. Ja. Ja. terwijl het UWV is denk ik wel een belangrijk onderdeel in ons systeem. Omdat, oh ja, duidelijk. Daar gaan miljarden naartoe. Ja. Dat ten eerste. Hè? Maar we hebben ook de hele samenleving draait bijna op een bepaalde arbeidsethos. Hè? Je moet zelf je geld creëren door spullen van A naar B te brengen of jezelf van A naar B te brengen of anderen. En dat is een bepaald ritueel, zeg maar. En waarop het hele systeem draait. Alleen, dat is allemaal nog prima te doen als je het balletje hoog kan houden. Hè, of je hebt een werkplek te pakken die economisch stabiel is, weet je wel, die niet failliet gaat.
Ja, en die ook niet zomaar mensen wegsaneert. En dan shock je zo tot aan je pensioen. Blijf je shocken op zo'n werkplek. Nou, volgens mij zijn die werkplekken steeds meer aan het verdwijnen. Wat op zich geen probleem is. Alleen de vraag is dan altijd zo van, hoe zit dat dan in het systeem? Snap je? Wat gebeurt er dan? Bijvoorbeeld als je op een plek zit waarbij die niet aanstaan. Of die je gewoon niet leuk vindt. Of et cetera. Ja, dan zit je ineens in een onbevredigende situatie, laat ik het zo zeggen. En als het UWV daarin wat meer ondersteunend zou zijn, dan zou je ook veel meer stroming erin krijgen tussen, nou, dat mensen bijvoorbeeld gemakkelijker hun baan op kunnen en willen zeggen als iets minder is. Wat je natuurlijk sowieso wel ziet, hè, is de afgelopen jaren natuurlijk steeds meer een soort ontwikkeling dat mensen als ZZP'er aan de slag gaan. Hè? Mm-hmm. En het UWV heeft geen concurrentie. Dus dat zet het UWV ook niet aan tot inderdaad goede ondersteuning, goede service leveren. En ja, het is een soort verplichting bij wet dat je bij het UWV terechtkomt als jij in loondienst bent. Je bent verplicht om daarvoor te sparen. Dus moet je daar dan ook weer je geld halen op het moment dat je even geen werk hebt. En dat creëert een hele rare situatie waarin je dus gedwongen bent om gebruik te maken van een hele inefficiënte monopolist die dan de zaakjes voor jou gaat regelen. Die er eigenlijk uiteindelijk ook helemaal niet zoveel belang bij heeft om veel mensen aan het werk te helpen. Want dan is die coach zijn baan kwijt. Weet je? Die moet vooral zoveel mogelijk mensen zo vaak mogelijk langs laten komen. Want dan blijft die betaald worden. Dat is de standaard regelsoort van mensen die ergens een baan hebben. Die proberen die baan te behouden door te zorgen dat er werk voor hen blijft. Dat is ook weer vaak een reden waarom mensen niet zo hard werken als ze toch wel een loon binnenkrijgen iedere maand. Ik heb een heel belangrijk punt te pakken, denk ik. Je hebt, ik ben een grote voorstander van dat je nee moet kunnen zeggen tegen een product. Want ik denk dat het begin van kwaliteit of waarvoor je geld begint bij nee kunnen zeggen. Zodra jij niet nee mag zeggen tegen een transactie, dan is die transactie waarschijnlijk waardeloos. En dat is een heel groot probleem bij heel veel overheidsdiensten natuurlijk. Het is een beetje het principe van de overheid. Maar ik denk dat dat inderdaad, wat jij zegt, van er is geen concurrentie. Ik denk dat dat een hele belangrijk aspect is van van het UWV. Toe bijdraagt. Het heeft geen goede invloed. En ik denk inderdaad, ik heb daar geen onderzoek voor of zo, maar ik denk dat de stelling van als je geen nee kunt zeggen, wordt het product, is dat niet goed voor de kwaliteit van het product. Ik denk dat dat wel intuïtief al goed aanvoelt. En het zou me niet verbazen als inderdaad het UWV heel inefficiënt zou blijken. Als je het op een of andere manier zou laten concurreren met een andere instelling. Of als je op een of andere manier echt een objectief onderzoek zou kunnen laten plaatsvinden naar de prestaties. Want als je naar het UWV kijkt, hè, want het UWV doet vaak niks. Hè. Je hebt nu al één getal genoemd, die 2% van die baan. Dat geloof ik. En ik denk dat ik ben bang dat daaronder valt gewoon ook vacatures die bij het UWV zijn neergelegd. Mm-hmm. Ja, dus dat zijn dingen die ook hadden kunnen plaatsvinden als het UWV er niet was geweest. Dan waren die vacatures gewoon op een andere plek neergelegd en waren daar ook mensen mee in aanraking gekomen. Mm. En ik ben bang dat dat een onderdeel van is. Dus dat het niet eens, die 2% is niet eens alleen maar bemiddeling. Dus dat is niet iemand bij het UWV die werk heeft verricht om een baan te genereren. Mm. Want dat bestaat eigenlijk niet. Hè. Het kan natuurlijk niet zo zijn. Het is heel technisch gezien is het juist andersom. Doordat het UWV bestaat, gaan de banen verloren. Want er wordt een kostenpost in het geleefgoed, blablabla, hè, om een totale belasting. Ja, ja. Maar even in theorie het idee dat iemand bij het UWV een baan genereert, dat is natuurlijk bizar. En dat kan op zich. Hè. Misschien hebben ze beschikking over potjes die ze kunnen aanwenden, waardoor ze eigenlijk een soort substitutie van arbeidsmarktwerking kunnen genereren. En daar in die zin zouden ze een baan kunnen genereren. Hè? En ze zouden het zeker ook zo noemen, dat zij dan een baan genereren. Maar
Eigenlijk doen ze heel weinig, zou je kunnen zeggen. Maar ze hebben wel enorm veel hele dure kantoren. Er zijn heel veel mensen. En als ik daar naartoe rijd, ik rijd er wel eens langs. Ze hebben in Leeuwarden ook een prominente plek. En er staan allemaal mooie auto's. Ik neem aan dat die auto's niet alleen maar zijn van hele rijke mensen die daar langs moeten komen. Mm-hmm. Dus het zullen vast ook een paar werknemers zijn die daar parkeren. Dus er zit een enorme kapitaalstroom richting dat UWV. En eigenlijk doen ze niks. Ze leveren een dienst die waarschijnlijk beter zou kunnen worden geleverd door een website. En die website zou waarschijnlijk niet eens, de dienstbaarheid, daarvoor zou de website niet eens belastinggeld nodig hebben. Mm-hmm. De dienst die ze leveren, daar zouden ze al aan kunnen verdienen, gewoon puur op de markt, hè, door de partijen die op de markt bestaan. En dan dat aspect van die verzekering, dat wordt misschien een beetje moeilijker. Maar als je kijkt naar hoeveel geld er nu al wordt verspild aan al die mensen die bij het UWV werken, al die panden die ze hebben, ik denk dat er heel makkelijk met die organisatie te concurreren is. Mm. Dus dat is een aanname, maar ik denk dat die aanname heel aannemelijk is met hoe ik het nu omschrijf. Als je het hebt over een stukje macro-economie, denk ik wel dat de inkomensbescherming, dat gedeelte heel goed is voor de economie. Als mensen zekerder zijn over hun inkomen, maar kun je verder debatteren over uit welk potje moet het komen, dan is dat alleen maar beter voor de economie. Als mensen onzeker zijn over wat ga ik volgend jaar of volgende maand verdienen, gaan ze gewoon minder spullen kopen. Wat ik wel heb meegekregen, en dat stip je ook al aan, hè, van die superdure gebouwen. Er is een hele rare dynamiek aan de gang bij het UWV. Ze hebben een overheidstaak. Ze zouden de klanten moeten helpen. Hè? Zonder winstmotief eigenlijk. En het tegenovergestelde lijkt soms heel vaak het zo te zijn. Je kunt dan zeggen van nou, de verwachting van de klant is gewoon heel hoog. Maar als ik gewoon... Als ik zeg maar gewoon kijk van, op geen stijl is er nu al maandenlang zo'n blog van iemand. Die heeft daar, volgens mij zit hij al ergens tussen de 10 en 20 stukjes. Waarin een soort klokkenluider allerlei stukjes informatie geeft van hoe dingen tot stand komen bij het UWV. Bijvoorbeeld... Echt van die ICT-projecten die totaal uit de hand lopen. Te duur, niet werkend, dat soort dingen. En wat je dan ziet is dat het een heel hiërarchisch bedrijf is. Een overheidsbedrijf. Waarin de top met name door hele harde vriendjespolitiek gedraaid wordt. Dus dan krijg je sowieso al niet de mensen met de kwaliteit of de wil bovenaan. Alleen maar mensen die elkaars plekje beschermen en de hand boven het hoofd houden. Ja, en dan hoef je aan de onderkant alleen maar minimaal te scoren. En als je dan ook kijkt van wat voor service krijg je dan... van het UWV standaard wel wordt geleverd, is dan heel vaak sollicitatietrainingen. En dat ze even naar je brieven kijken en zo. Op zich vrij goed. Alleen het nadeel hiervan is het is dan vaak klassikaal. Dat je heel weinig individuele begeleiding hebt. Dus wat je aan informatie meekrijgt, is vaak zo algemeen dat, iedereen wist het al. Of het is vaak ook heel tegenstrijdig. Er worden twee dingen tegelijk gezegd. Er zijn beide dingen tegelijk gezegd. En als je dan toch faalt, dan is het je eigen schuld. Bijvoorbeeld over hoe vaak moet je solliciteren.
Aan de ene kant hè, kun je gewoon kiezen van ik stop mijn energie in een brief en een gesprek die boven alles uitspringt. Hè? Of ik ga massaal solliciteren. En voor beide valt wat te zeggen. Alleen als het dan gaat over hoe vind je die klik met een werkgever. Want solliciteren is ook een soort... ja. Het is alsof je een nieuwe relatie begint, weet je wel. Je moet ook een beetje opvallen soms. Mm-hmm. En die werkgever moet het idee hebben dat jij binnen het team gaat passen. Dat er gewoon een leuk gesprek met jou aan de hand is, weet je wel. Ja. Ja dus, ja. Dus, ja. En daarin zou individuele even een moment zo van... oké, hoe sta jij in het schrijven van brieven... en zo, et cetera. Dan al die algemene dingen. Dat je gewoon iets hebt van... hé, maar gisteren zei je nog... dat 150 brieven schrijven... echt onzin is. En vandaag schrijf je... vandaag zeg je van... ja, weet je wel, nee, blijf schrijven... en dat soort dingen, ja. Weet je wel. Maar er zijn natuurlijk heel veel... particuliere coaches die... die wel dat maatwerk bieden, weet je. En voor een paar honderd euro kun je daar gewoon... een flink aantal sessies mee krijgen. En die zijn er specifiek voor jou. En die kijken wat jouw situatie is... en wat voor jou het meest geschikte traject is... Maar dat geld daarvoor, dat hou je dus ook niet over, omdat daar al een jobcoach bij het UWV voor betaald wordt. In ieder geval ten dele. Dus dat geld, dat zou je dan beter kunnen besteden, denk ik. Nog even los van het feit dat je allemaal premies hebt afgedragen, die je anders ook overgehouden zou hebben om een ander traject in te gaan. Of misschien wel ergens op een beleggingsrekening te zetten, waardoor je überhaupt niet in de financiële problemen was gekomen. Ja, een paar honderd euro voor jobcoaching is denk ik, want dat herhaal je natuurlijk wel. Hè. In Nederland is dat denk ik lastiger te betalen hè, dan dat je in het middensegment zit. Nou, dan zou je dat nog een keer doen, weet je wel. Of een opleiding erbij, dat soort dingen. Als je als je zo rond het minimumloon je inkomen, vaste inkomen kwijtraakt. Ja, dan moet je eerst. Dan zit je al echt zo van waar haal ik mijn eten vandaan? Mm-hmm. Ja. Dus. Ja, maar natuurlijk ook voor in Nederland voor een groot deel zijn heel veel producten. Die worden ontzettend zwaar belast. Hè? Je zit gewoon over de standaard BTW, 21% op enorm veel producten. Ja. En ik heb wel eens een plaatje gezien van een bedrijf die had uitgerekend hoeveel er nu eigenlijk aan belastingen. Onderdeel is van de prijs aan de pomp voor benzine. Dat is echt, dat rijst de pan uit. Dat is niet normaal. En dat zag je heel duidelijk terug in die oliecrisis die we zeg maar de afgelopen maanden ongeveer gehad hebben. Waarbij de prijs voor een vat olie zo rond 20 euro lag. En net iets eronder zelfs nog. Dat is een derde van wat het normaal is. Nou echt niet dat je aan de pomp een derde betaalt van wat je normaal betaalt. Dat ging hooguit 10, 20 cent vanaf voor een liter benzine. Ik denk dat we misschien ergens net midden in de 1,50's terechtgekomen zijn. Maar dan had je het wel gehad. Dat geeft een beetje aan hoe groot percentage van die brandstof eigenlijk al opgaat aan accijnsen. Nou, en wat je net zegt, er zijn grofweg twee grote sectoren in Nederland. Ofwel je vervoert jezelf. Dan ben je dus diensten aan het leveren ergens bij een bedrijf. Of je zit in de productiesector, dan rij je met een vrachtwagen ergens naartoe. Of je bezorgt pakketjes bijvoorbeeld. Nou, voor al die dingen ben je dus, laten we zeggen, in ieder geval 2/3 tot 3/4 van de liter benzine, die ben je kwijt aan belasting aan de overheid. Dat maakt het ook wel ongelooflijk moeilijk om dan iets over te houden, om jezelf nog te redden als je volgens tussen aanhalingstekens minimumloon werkt. Dat is wel waar. Het is aan de andere kant wel vaak zo dat er dan weer die reiskosten, dat zal misschien niet voor elke baan gelden. Maar vaak zijn daar dan nog wel weer compensatiemogelijkheden vanuit werkgevers die losstaan van je inkomensonderhandelingen. Mm-hmm. Maar het is wel heel drastisch. En dat is één heel belangrijk aspect, hè, dat vervoer, die vervoerskosten. Want zelfs als jij naast je werk woont en je hoeft niet te rijden, dan nog steeds ben je afhankelijk van heel veel vervoerde dingen in je dagelijks leven. Dus het blijft een grote post van kosten waarmee je geconfronteerd wordt.
En ja, ik denk dat dat totaalplaatje van alle over te dure dingen in Nederland, die maakt het dat je helemaal niet, dat je eigenlijk niet de mogelijkheid hebt om naar een alternatief te gaan. Want als je zeg maar zou willen concurreren met dingen die worden aangeboden door de overheid, of dat nou ziektekosten is, of onderwijs, of arbeidsongeschiktheidsverzekering, of arbeids- of inkomensverzekering, dat soort zaken. Ja, dat, daar krijg je meer ruimte voor als je niet al je hebben en houden kwijt bent aan gewoon de volgende maand bereiken. En dat is, zeg maar, het leven is zo ingericht dat je hoe dan ook aan de staat verbonden zit. Hey, natuurlijk als je als twee verdieners met een goede baan kiest voor een goedkope woning, noem maar even iets, ja, dan kun je enigszins wat genereren. Maar dan moet je ook weer voorzichtig mee zijn, hè? Want dan ben je een kip wat te plukken valt. Dus dan zijn er weer andere constructies waardoor je aan bod kan komen. Maar ja, ik denk dat gewoon voor heel veel mensen is het gewoon, ja, je leeft van maand tot maand. Je zit hoe dan ook, wat je ook doet in je leven, zit je altijd een beetje vast aan die structuur. En die structuur is nep. Ja, die structuur is deels nep, omdat er niet geconcurreerd mag worden op hele essentiële onderdelen, waardoor je ja, te duur, slecht en traag uitkomt bij de overheid met je dienst. En de andere kant is nep door regulering. Dus dan heb je wel de keuze, maar dan is het ook duur, slecht en traag. En dan kun je bijvoorbeeld, en dat in de huizenmarkt kun je dat zien. Ik kan bij wijze van spreken met heel veel geld kun je wel iets realiseren als woning. Hè, of het nou huur is of als koop. Maar dan zit die, de slecht en traag zit er dan in dat je voor dat geld eigenlijk iets veel beters had kunnen krijgen. Ja, dat is de kwaliteit die je altijd onder leidt. En de traagheid zit hem erin dat je eerst dat vermogen, dat geld moet je eerst vergaren. En daardoor heb dus die duur, slecht en traag zit in alles in ons dagelijks leven. En daar kunnen we heel moeilijk aan ontsnappen. En dat is heel vervelend. Want je zou, daardoor krijg je ook een situatie van een extra onvrijheid. Hè. De eerste tree van onvrijheid is dat je ja, door regulering en lasten ben je eigenlijk gebonden in je beschikking over je tijd en je geld. Mm. Een tweede onvrijheid is dat je eigenlijk ook niet meer keuzes daaromheen kunt maken van nou, ik wil bijvoorbeeld niet werken ten behoeve van iets anders, hè, los uit het economisch proces. Dat is een soort vrijheid, daar kom je soms niet eens aan toe. Omdat je gewoon ja, wel gedwongen bent om in dat, die andere onvrijheid op volle toeren mee te draaien. En dat is heel zielig eigenlijk. En het stomste is dat je leeft in de meest welvarende tijd van de menselijke geschiedenis, in de meest productieve regio van de wereld bijna. Mm. Maar toch moeten heel veel mensen van maand tot maand leven. En toch is het duur, slecht en traag als er iets voor ons wordt gedaan. En dat is eigenlijk heel zielig. En ja, ik snap ook wel de behoefte, want je kan daar niks aan doen. Wij kunnen niks aan doen. Ja, dus gaan misschien een paar mensen luisteren naar deze uitzending. Ja, mensen gaan er allemaal niks aan veranderen. En ik snap ook heel goed de gelatenheid, dat je dan zegt van nou goed, ik ben tevreden met wat ik heb. Want tevreden zijn met wat je hebt, daar heb je controle over. En ja, alles duur, slecht en traag is omdat de overheid qua regulering of belastingen roet in het eten gooit, ja, daar heb je geen invloed op. En ja, dus in die zin snap ik het wel. En zo leven de meeste mensen ook. Dat het gewoon, ja, niet echt, misschien zijn ze niet echt tevreden met wat ze hebben, maar ze berusten in de mogelijkheden die er zijn. En ja, gedwee accepteren ze dan de vreugde die je daaruit kunt putten. Maar het is wel, ik vind het als filosofische principe kwestie vind ik heel triest dat je ja, in een heel rijk productief moment in de menselijke geschiedenis leeft op de juiste plek. Er zijn heel veel plekken op aarde waar het echt wel minder is. En dat je dan toch nog, ja, het is misschien wel first world problems, dat je dan toch nog zo gebonden zit en zo vast zit in een kader. Ja, wat eigenlijk helemaal niet zou hoeven. Het zou helemaal niet hoeven. Ik denk dat je zou in principe gewoon met, ja, als je 20 uur werkt, ik noem maar even per week, zou je prima moeten kunnen leven. Ja, als je gewoon kijkt naar hoe productief is Nederland, hoe welvarend zijn we. Ik denk dat dat mogelijk is, maar ja, dat op een of andere manier verkwanselen we dat. En dat is een deel van de vrijheid die we verkwanselen voor een soort zekerheid. En dat is misschien een beetje de filosofische benadering. Maar ik denk dat de realistische situatie voor de dag tot dag mensen die erin leven is dat je kan er niks aan veranderen. En
de meeste mensen kijken in de ogen van, ja, wat kan ik wel bereiken? Ja, dus voor iedereen die, zoals ik, er misschien een beetje in zit te filosoferen, zijn er mensen die gewoon op Funda kijken waar ze een eenkamerappartement voor 3 ton kunnen krijgen. In Amsterdam, ik noem even wat. Ja, dus, ja, ja. Ja. Dat is een hele fundamenteel iets. Hè? Dus als je het hebt over keuzevrijheid. Ik denk één duidelijk voorbeeld van god, wat is dit kut. Was bijvoorbeeld ten tijde van de Irak-oorlog en de ingrepen in Afghanistan. Dan kun je gewoon bezwaar hebben van, weet je wel, van, dat in jouw naam mensen in verre oorden worden gedood, zeg maar. Dat is, zeg maar, ja, dat is toch iets systematisch waarin je heel weinig bezwaar kan maken op een van de belangrijkste onderwerpen in dit leven, namelijk het leven en dood. Niet van jezelf, maar van een ander. En dan is er dus nu wel een systeem ontstaan die zegt, die een belofte doet. Hè? We zijn een sociaal vangnet. Hè? En nou, daar voelen mensen zich ook aan gebonden. Door 1, die belofte. En 2, nou, het is altijd zo geweest. Hè? Terwijl het kan inderdaad altijd beter. Maar op de vraag is, zeg maar, welke dynamieken spelen hier op de achtergrond? En als je dan zo kijkt, zo van ja, er is, zeg maar, iets zo van hoe het systeem zich in het dagelijks leven van de mens vertaalt. Namelijk, de kortste benaming daarvoor is die van de loonslaaf, hè? De belastingsslaaf, die vaak dan tegen zijn zin naar het werk gaat om bepaalde donkere kleuren eraan te geven. Hoe kom je daar nou in? En vooral ook, hoe kom je daar nou uit? Dan denk ik aan de voorkant inderdaad zo van, zit je al bij de vraag van, wil ik daar überhaupt wel aan deelnemen? En dan is de keuzevrijheid erin zeer beperkt. Hè? You know, jij hebt dan die gewetens of gemoedsbezwaardheid. Ja. Ja. Dat is dan gelukkig al een alternatief. Ja, maar dan schijn je dus nog heel veel niet te faciliteren. Maar dan zie je daar tegenover van wat heeft de overheid dan wel. Heel veel is ook gefaciliteerd en blijkt ook zo te zijn ter pacificatie van de bevolking. Bijvoorbeeld, dat is eigenlijk, het is mooi dat je dat zegt, want dat is eigenlijk, de UWV is daar een voortvloeisel van, maar dat is ooit waarom een verzorgingsstaat begonnen is. En dat zelfs de SP, als je mensen van de SP vraagt, dan geven ze dat ook aan. Al die uitkering, heel die verzorgingsstaat die bestaat, om die mensen die zelf niet in staat zijn om voldoende in hun inkomen te voorzien, om te zorgen dat die niet gaan lopen rellen. Om te zorgen dat je daar geen last van hebt op straat. En dat heel veel rijken die hebben vroeger juist daarom bijgedragen aan die zorg voor de armen, om te zorgen dat ze daar geen last van zouden hebben. Nog even, naast het feit dat het natuurlijk een mooi verhaal is om te zeggen dat je liefdadig bezig bent geweest. En dat hart er soms ook gewoon wel in zit. Weet je, dat sommige mensen echt wel bereid zijn om bij te dragen aan de zorg van andere mensen. Maar dat is ook een hele bewuste overweging geweest om die verzorgingsstaat op te tuigen. Om te zorgen dat je geen rellen krijgt in de straten. Dat mensen, dat je geen last hebt van mensen. Dat je ziekte een beetje voorkomt. Zoals nu, het werd toch ook deels via vakbonden gedaan in het verleden, dus voor de Tweede Wereldoorlog. Daar kon je bij de katholieke vakbond, daar kon je ook pensioen en een soort vangnetje had je dan. Als je dan even zonder werk zat, dan betaalden hun jouw loon door. Bij de protestantse vakbond en de socialistische vakbond, idem dito. Ja. Ja. Ja, dat was de tijden van de verzuiling natuurlijk, ja. En nog daarvoor heb je natuurlijk gewoon ook al dat soort liefdadigheid via de kerken gehad. Hè? En op een gegeven moment kreeg je maatschappij van weldadigheid rond Frederiksoord, et cetera.
Dat is toen overgenomen door de Nederlandse overheid. Die zoiets had, ja, maar dat kan toch niet dat dit privaat geregeld is. Dan moeten we wat aan doen. Ja, dan loop je wel een beetje vast. Ik had geleerd dat in de gevolgen van die beurscrash in New York. Dat ging over de hele wereld heen. Omdat al die valuta aan elkaar gekoppeld waren. Dus kreeg je in Nederland ook in één keer een last van een depressie. En toen steeg de werkeloosheid dusdanig hoog dat al die vakbonden dat niet meer konden betalen. Dus, en ze kregen al enkele decennia een klein deeltje van de overheid erbij. Hè? Dus het was niet 100% particulier gefinancierd. Op een gegeven moment liep dat... Waar ik ook op doel is zeg maar kijken, dus een bepaalde arbeidsethos in de samenleving die heel dapper en moedig is, hè, maar die niet altijd strookt met de realiteit, namelijk dat als je goed werkt dan maak je jezelf vrij. Dat klopt niet. Je kunt, het voelt er, wacht even, dan krijg ik dus die tekst van Auschwitz in mijn hoofd. Heb je de Godwin erbij, Johan? Nee. Van Auschwitz, arbeid macht vrij. Dat is niet helemaal... Rare gedachte achter, hè? Ja, dat is nou niet helemaal zoals het werkt. Je kunt met arbeid een aantal dingen bereiken. Maar als je gewoon kijkt welke dingen leiden tot veel meer vrijheid, ja, dan zou je toch eerder kunnen bedenken van ik ga gewoon kiezen voor meer vrije tijd, laat ik het zo zeggen. Dat levert ook wel wat op, hè, als je dat doet. Ja. Want dan val je op een gegeven moment, dit is natuurlijk een soort van belastingvrije voet. En dan betalen we dat gedeelte, dan betaal je gewoon niks. Ja. Dan heb je dat geld in ieder geval maar uitgespaard, weet je. En in Nederland is het op dit moment nog zo dat je een recht hebt op allerlei toeslagen en zo ook. En op pasjes van de gemeente en zo. Dus het nodigt ook niet uit om dan maar hard je best te gaan doen. Tenzij je dik over een bepaalde drempel heen komt. Maar ze hebben natuurlijk jaren 5 of 10 geleden voor Rotterdam wel eens uitgerekend hoe je nou beter uit was als persoon in de bijstand of als twee verdieners gezin met een aardig inkomen. Dan bleek dat die persoon in de bijstand per maand gewoon netto meer overhield, omdat er zo ontzettend veel regelingen voor zijn. Dus die krijgt een of andere stadspas, die krijgt de zorgtoeslag, die krijgt huurtoeslag. Nou, sowieso, die bijstand had hij natuurlijk al. Die krijgt korting op allerlei zaken. En die scheefgroei die wordt er langzamerhand misschien een beetje uitgewerkt. Maar die hele insteek, die is gewoon scheef. Dat stimuleert niet natuurlijk. Nee, want je moet een bepaalde reden hebben om te werken. Hè? Nou, en de prikkel die nu er is, dat is vaak gebaseerd op angst. En vaak angst. Er zullen ook wel meer dingen zijn, maar angst is toch wel de grootste. En ja, dat bedwelmt heel veel creativiteit en eigenlijk ook heel veel vrijheid, zeg maar. Angst is een enorme vernauwer. En je krijgt ook een hele nare cultuur van. Bijvoorbeeld op de werkvloer. Toch heel vaak kun je een dubbele cultuur tegenkomen van dat A wordt gezegd en B wordt bedoeld. En dan moet je zelf maar uitvogelen van wat er aan de hand is. Maar in elke stok waarmee geslagen kan worden, die zal ook worden aangepakt. Terwijl je zou er ook open en eerlijk over kunnen spreken en over kunnen onderhandelen en et cetera. In plaats van dat je elke keer maar op tot een soort passiviteit wordt gedwongen. Van, ik wil niemand bang maken of boos of ik wil wat. En de overheid daarin biedt daar gewoon geen enkele garantie in. En een van de raarste dingen is
dat arbeid inderdaad eigenlijk veel te zwaar wordt belast. Zeker ten opzichte van bezit. Want dan zou je gewoon jezelf vrij kunnen werken. Dan zou de hoeveelheid het loslaten wat je zou kunnen doen, hè, van buiten het systeem of weet ik wel wat, zou gewoon rechtstreeks kunnen afhangen van hoeveel je erin hebt gestopt. En dat is niet zo. En je krijgt erdoor ook een hele rare dynamiek, want de mensen die wel werken zijn dan met name boos op de mensen die die dan in de bijstand zitten of niet wat wou je zeggen? Nou, als je in de bijstand dan ben je vrij dan produceer. Ik denk dat je in Nederland tenzij je echt welvarend bent, dat je de meeste vrijheid ondervindt als je niks bezit en niks produceert. Dan kun je eigenlijk nergens op worden gepakt. En dan, in ieder geval beschikking over je tijd. Ja, het is eigenlijk in ieder geval het is een hele aparte toestand inderdaad. Dat zit hem natuurlijk voor een groot deel wel in die collectiviteit van de volksverzekering in Nederland. Waaronder de WW, waaronder de ziektewet, waaronder de pensioenen. En vorige uitzending hebben we het ook wel gehad over over het pensioenstelsel dat mogelijk per 2027 dan een stuk individueler wordt. Nou, voor gemoedsbezwaren is dat al zo, hè? Dan bespaar je op een persoonlijke rekening voor je oude dagsvoorziening. Ja, zou je dat kunnen uitleggen? Want ik weet niet precies wat dat betekent. Als je gemoedsbezwaren bent, dan eigenlijk is dat begonnen bij de gereformeerden. Hè? Die zeiden alles ligt in Gods hand. En dus vinden wij dat de overheid er niets mee te maken heeft of wij ons wel of niet willen verzekeren. En wij laten dat in Gods hand, dus we gaan ons ook niet verzekeren. Dus die mensen zijn nergens voor verzekerd. En dat is iets wat je vanuit iedere overtuiging je voor kunt aanmelden. Want de overheid mag geen onderscheid maken tussen levensovertuigingen. Dus dat heb ik ook als libertariër gewoon kunnen doen. Ik heb gezegd, daar heb ik bezwaar tegen. Ik vind dat de overheid daar niets mee te maken heeft. En dat betekent dus dat je, je kunt nog een gedeelte kun je kiezen, hè, voor welke werknemersverzekeringen je wel en niet wilt verzekeren. Ik heb ervoor gekozen om al die werknemersverzekeringen mij niet voor te verzekeren. En dat is een optie in Nederland. Hè. Kijk op de site van de SVB, gemoedsbezwaardheid. Daar kun je dat zelf ook uitzoeken. Wat het betekent in de praktijk is, je komt alsnog niet bij datzelfde bedrag aan geld, hè, want je moet alsnog premievervangende belasting betalen. Dat is exact hetzelfde bedrag. Maar wat er wel gebeurt, is dat dit in twee individuele potjes terechtkomt. De eerste is voor het moment dat je ziektekosten maakt. Dan die ziektekosten die onder de basisverzekering vallen. Die kun je daarop declareren één keer per jaar. Dus dat voorkomt dat ik dan ook nog een ziektekostenverzekering moet afsluiten. Waar ik eigenlijk alleen maar premie aan betaal. Waar ik over het algemeen niet zo gek van uithaal. Want ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen gezondheid. Dus ik heb daar helemaal niks te declareren. Dan ben ik dus financieel gesproken ook een stuk goedkoper uit. Hè? Dat scheelt me denk ik, zo'n €1000 per jaar ongeveer. Wat betreft je pensioen, of ja, AOW is maar net hoe je het wil noemen, die oude dagsvoorziening. Dat wordt ook in een pot gestopt en dat wordt individueel op mijn naam gezet. Dus ik ben niet afhankelijk van hoe de bevolking zich ontwikkelt en of er dan meer bejaarden zijn waardoor ik dan minder uitgekeerd krijg bijvoorbeeld. Of dat er dan minder werkenden zijn die dan niet genoeg premie kunnen betalen. Waardoor je dus krijgt dat er dan minder uitgekeerd wordt. Zoals nu dus ook het geval is. Mensen krijgen nu 15% minder pensioen binnenkort omdat er gewoon niet genoeg geld is. Dat soort problemen heb je dus niet als ieder individu op zijn eigen rekening daarvoor spaart. Toch even los van de vraag of je dat zou moeten verplichten of niet. Maar dat collectiviteitsprobleem is in ieder geval opgelost dan. Dat vind ik zelf een heel mooi alternatief. Ja, dankjewel. En dat klinkt heel logisch op zich, maar hoe kom je dan uiteindelijk aan dat geld? Kan je dat uiteindelijk aanwenden voor jezelf op een bepaald moment? Ja, zoals ik, weet je, bij de ziektekosten, dan kan ik dus één keer per jaar alle kosten die onder de basisverzekering vallen, dus met de bijbehorende originele nota, die kan ik dan declareren bij het CAK. Ik stuur dat pakketje van originele nota's op.
Ik heb het afgelopen jaar nog gedaan. En ik had bijvoorbeeld een operatie aan mijn been, omdat ik me ergens aan gesneden had, diep in het vlees. Dan moest allemaal gehecht worden, een stuk gips eromheen, et cetera. Nog een paar andere dingen die onder de basisverzekering vielen. Heeft me uiteindelijk, de kosten die ik daaraan gemaakt had, van rond de €800, die heb ik gewoon uiteindelijk ook weer teruggehad. Dus dan heb ik niet alleen maar die €1000 per jaar bespaard. Ik heb ook gewoon die kosten die ik gemaakt heb, gewoon uitgekeerd gekregen. Nou, dat is wel fascinerend. En als je dan, zeg maar, want je kan daar dan aanspraak op maken. Heb je dan, stel voor echt buitensporige andere gevallen, kan je daar dan nog wel een verzekering voor afsluiten? Heb je dat niet gedaan of wel? Nee, dat is het hele funeste aan die regeling, aan die gemoedsbezwaardheidsregeling. Het is een soort alles of niets. Weet je, er zijn nog, ik geloof dat er drie werknemersverzekeringen, waar je dan voor kunt zeggen of je ze wel of niet neemt. Ik geloof dat, dat de WAO eronder valt en de AOW en nog eentje. Maar dit heb ik dus allemaal niet gedaan. Maar verder heb je daar geen keuze in. Als je gemoedsbezwaard bent, dan mag je je ook verder niet verzekeren. Althans, niet jouw persoon en niet jouw eigendommen. Dus voor een libertariër is dat eigenlijk heel vervelend. Maar ik vind dat alsnog een fijnere keuze dan dat ik ieder jaar gedwongen word om €1000 aan premie af te dragen aan een ziektekostenverzekering waar ik geen gebruik van maak. Ja, dus ze hebben dan toch een wet weten te maken op zo'n manier dat het gereformeerde mensen tevreden stelt. Ja. Maar dat is inderdaad pijn of logisch gebruik aantrekkelijker maakt. En dat pensioen, wanneer mag je dat dan aanwenden? Ik geloof dus, dit hebben we nog niet exact uitgezocht, zo oud ben ik nou ook weer niet, maar ik geloof dat het rond mijn pensioengerechtigde leeftijd, dat ik dan kan zeggen van nou, ik wil er nu gebruik van gaan maken. En ik zou dat waarschijnlijk ook wel eerder kunnen doen, maar dan is gewoon het bedrag dat per maand uitgekeerd wordt, is lager. Dus dat is dan wel het voordeel dat je op zo'n moment hebt. En krijg je dan met dat geld gewoon de pensioen zoals dat normaal wordt berekend? Of mag je dan zelf iets mee kopen? Dat zou ik dan nog wel willen weten. Mag je dan zelf naar een verzekeringsmaatschappij met die pot? Dus zeggen van ik... Nee. Dit is eigenlijk de oude dagsvoorziening die normaal gesproken door de AOW geleverd wordt. Aan wel beperkt of ter formaat van wat in jouw potje zit? Of... Ja, dit staat op mijn soort van persoonlijke spaarrekening, dus aanhalingstekens. Krijg ik ook ieder jaar weer bericht van hoeveel er in mijn persoonlijke spaarpot zit. En hoeveel ik daar tot dat moment al van heb gebruikt. Ja. Oké, nou, dat is wel interessant. Ja, het is wel jammer inderdaad van die beperkingen die dan... Ja. Maar op zich klinkt het goed. Ja, en ik merk ook wel aan allerlei overheidsbeleid dat ze zelf ook beseffen dat dit hele verzorgingssysteem, deze verzorgingsstaat, niet goed houdbaar is. En eigenlijk, ik geloof dat er van een jaar of 5 of 10 geleden was er al zo'n filmpje van SchoolTV, waarin werd uitgelegd dat ons pensioenstelsel niet goed houdbaar is, omdat het een collectief systeem is en dus heel erg afhankelijk is van de bevolkingsontwikkeling en het aantal werkenden. En zeker in zo'n coronatijd. En dan zijn er heel erg weinig werkenden. Dus ook pensioengerechtigden zitten nu met een probleem. Weet je, die hebben al die jaren premie afgedragen. Maar in dit systeem is het niet zo dat de premie die je hebt afgedragen garant staat voor een pensioen. Je bent afhankelijk van de mensen die dan aan het werk zijn en wat voor premie die afdragen. Ja, ik denk dat de meeste mensen wel een aanvullend pensioen hebben natuurlijk. Mm-hmm. Wel meer in die lijn is. Hè? Dat wat je hebt gespaard, dat je daar dan iets verkoopt. Is ook niet altijd even glorieus, maar Ja, maar dat wordt nu natuurlijk ook niet meer geïndexeerd door die pensioenfondsen. Want die, die zien al hun belegging ook een beetje verdampen in deze wereld waarin eigenlijk bedrijven niet meer op een normale manier een bedrijf mogen voeren. Ja, klopt. Ik vind ook een hele grote beperking van die collectieve pensioensituatie is dat je het geld niet beter kan aanwenden als je eigenlijk slimmer bent dan de overheid. Genoeg mensen zijn slimmer dan de overheid in hun individuele acties ten opzichte van de collectieve actie. Dus het is voor heel veel mensen een gigantische verspilling. Er zijn genoeg mensen die zouden veel diverser zijn. Je zou deel in onroerend goed kunnen stoppen, misschien in je eigen huis, dat soort zaken. Ja, ja. Maar in je hele pensioen, wat de overheid voor jou regelt, dat is alleen maar geld. Maar als ze ergens niet goed beheer opvoeren, dan is het op geld. Mm. Zowel niet op de waarde van het geld als hoe ze zelf met geld omgaan. Dus ik vind het een hele slechte deal. Maar is er nog wat interactie, Johan? Nee, de chat is alleen maar iemand die Jo zegt.
Yo. Gezellig. Ja. Maar, beste mensen, jullie mogen wat in de chat posten. Als jullie vragen hebben, voel je vrij. Ja. En dus in de chat op Twitch is dat, hè? Uiteraard. Maar wat ik eigenlijk nog wel wilde doen, is eventjes kijken wat voor concrete alternatieven er zijn. Ik had er zelf een aantal op een rijtje gezet. Ik dacht, ik leg die even van jullie voor. En hoe kansrijk dat dan eigenlijk is. Weet je, ik had het net over die werknemersverzekeringen voor ZZP'ers, hè? Dus zou dat nou een systeem zijn dat ook kan werken als mensen in loondienst er bijvoorbeeld voor zouden kunnen kiezen om die werknemersverzekeringen niet langer bij het UWV, door het UWV te laten behandelen of automatisch van hun loon te laten inhouden, maar dat gewoon zelf bij een verzekeringsmaatschappij onder te brengen? Hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou, als het gaat, er is een groot verschil met pensioen, hè? Dus pensioen is gebaseerd dan, hè, op een bevolkingsgroei en ook een groei van de economie. Dat betekent, hè, dat het is gewoon veel eerlijker om inderdaad gewoon voor je eigen pensioen te sparen. Het is ook veel beter om dat te doen, omdat dan heeft gewoon verder niemand een belang erbij dat je eerder dan je uitkering komt te overlijden. Als je op je eerste dag naar je pensioen komt te overlijden, is het natuurlijk ontzettend goedkoop voor de verzekering. Ja. En dat is nou net het verschil met bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of dat je tijdelijk werkloos bent. Omdat dat is meer een soort kans. En dan moet het denk ik wel zo zijn, dat moet veel solidairder zijn. Met andere woorden, dat je niet alleen kijkt naar van gebruik ik ook wat ik betaal. Want dan zou je net zo goed met z'n allen een zak geld omhoog kunnen gooien. En wat dan beneden valt, dat is dan van jouzelf. Mm-hmm. Dat maakt er geen verschil uit. Met een verzekering is juist de bedoeling dat als je meer nodig hebt dan je inlegt, dan is dat mogelijk. En heb je minder nodig dan je inlegt, dan is dat ook mogelijk. Mm-hmm. We hebben vorige keer ook al even over gehad, over die broodfondsen. Dat onder ZZP is het zo'n groep is van een man, hooguit 50 man, die dan onderling inderdaad dat soort afspraken maken, waardoor er ook heel duidelijk een koppeling is tussen wat er binnenkomt en wat er wordt uitgegeven. En dat mensen er ook individueel op kunnen worden aangesproken als ze zich daarin op een rare manier gedragen. Dat vond ik wel een mooi voorbeeld. Het is een andere dynamiek als je dat met je collega's hebt, hè, dan met de anonieme belastingbetaler. Anonieme belastingbetaler, ja. Daar zit dan zo'n instantie tussen, hè? Bijvoorbeeld het UWV. Nou, ik denk dat heel veel van Nederland wel eens denken van, ja, zo'n instantie, eigenlijk heb je een soort morele verplichting om daar een poot uit te draaien. Niet iedereen zal dat hebben. Maar die voel ik ook wel. Hè. Ik zou me ook geen moment schamen als ik ooit eens een keer van de WW gebruik maak. Ik heb inmiddels denk ik 16 jaar eraan afgedragen. Ik heb er nooit één cent van gebruikt, dus ik snap die insteek wel. Alleen, ja, het voelt toch niet goed, weet je. Het voelt niet goed om uit zo'n collectieve pot te gaan trekken als je het helemaal niet nodig hebt. En dat is dan een soort van heiliger dan de paus. Klaas, dat is een hele andere dynamiek, hè, dan als je dat met je collega's hebt. Want dat zou echt heel schofterig zijn. Ja, Klaas, ja. Nou ja, ik denk dat het in Nederland vrij lastig is. Hè? Als je, zoals jij zegt, 16 jaar hebt gewerkt. De kans dat jij ooit meer gaat ontvangen dan je hebt afgedragen is vrij klein, lijkt mij. Maar over jouw idee, ik denk dat wat je dan zegt is dat mensen, werknemers krijgen de keuze tussen UWV of wat de ZZP'ers hebben. Zeg maar. Ja, of helemaal niet verzekeren, weet je, dat je het op een spaarrekening zet of wat dan ook, maar... Klopt, ik denk dat dat niet een realistische optie is in onze huidige wereld. Maar ik ben van mening dat de optie tot nee, ik denk dat dat de meest krachtige optie is. Hè. Dat is mijn principe. Ik vind als je eerlijk waar voor waar wilt onderhandelen, dan moet je nee kunnen zeggen. En zodra jij geen nee kan zeggen, dan gaat eigenlijk alle waarde voor waarde gaat meteen het raam uit. En dan kun je alleen nog maar hopen dat je er niet te erg bij inschiet. Maar wat vond je geen realistische optie? Nou, ik vind het noodzakelijk dat je nee moet kunnen zeggen in een onderhandeling.
Ik vind het nee kunnen zeggen tegen een verzekeringsproduct is gewoon heel belangrijk om waarvoor je geld te kunnen krijgen. Mm-hmm. Je kan als burger, als werknemer, kun je niet een goede verzekering of goed product of goede dienstverlening verwachten als je niet nee mag zeggen. Als je niet nee mag zeggen, dan is eigenlijk je krachtigste onderhandelingsstandpunt is al van je afgenomen. Mm-hmm. Ik vind dat de allerbelangrijkste, als dat zou kunnen. Ik denk dat het in onze politiek zou nooit toestaan. Ik kan me niet voorstellen dat de partijen dat op een of andere manier uit de politiek zoals dat we nu kennen, een coalitie komt die akkoord gaat met het idee dat mensen nee mogen zeggen tegen een zorgverzekering. Omdat de belangen waarop het, hè, het wordt nu marktwerking genoemd, maar het is eigenlijk één grote vastgelegde structuur. Ja. De belangen die daarin spelen, die zijn zo groot dat er is geen sterke partij in het land die voor een algehele, dat je gewoon nee mag kunnen zeggen, dat die dat kan presenteren en het doorheen kunnen krijgen. Dus in die zin denk ik niet dat de realistische optie is, maar in mijn ogen is het de belangrijkste optie. Ik denk als jij marktwerking begint bij de mogelijkheid om nee te kunnen zeggen. Als jij niet nee kan zeggen, is eigenlijk geen marktwerking. Daarnaast denk ik dat de optie dat je zou kunnen kiezen tussen of het UWV of de ZZP, het is veel minder goed dan de mogelijkheid om nee te kunnen zeggen. Maar het zou wel een interessant beeld kunnen geven. Want als er dan mensen die ermee bezig zijn, die er misschien over nadenken, die misschien te maken hebben met de kwaliteit die ze van die dienst krijgen, als je daarmee een soort verschuiving zou kunnen laten zien, of juist niet, het zou wel informatie genereren die er nu niet is. Als je even uitgaat van het idee dat politiek, dat de mensen in de politiek er zitten om ons dienst te verlenen en het eigenlijk het beste met ons voor hebben, dan hebben ze nog steeds de uitdaging om goede signalen te krijgen. Want als jij een markt hebt waarin je meer vrij mag kiezen, waar aanbieders meer vrijheid hebben om aan te bieden en waar de ondernemer nee mag zeggen, dan zijn de signalen heel duidelijk. Dan weet je heel goed waar je aan toe bent. Dan ben je bijvoorbeeld als aanbieder, ben je of succesvol of je gaat failliet. En dat is een heel duidelijk signaal over de kwaliteit van de dienst die je levert. Mm-hmm. En de marketingafdeling waarschijnlijk. Maar als die signalen, hè, de goedwillende mensen in de overheid die het beste met ons voor hebben, die hebben nu, missen die signalen. En als je iets meer vrijheid zou genereren in de zin van je kan kiezen tussen een ZZP-situatie of een UWV-situatie, dan zouden ze meer signalen kunnen krijgen. En zouden ze meer informatie hebben dan ze nu hebben om hun goed bedoelde beleid op te baseren. Mm-hmm. Ja, ik liep dat een beetje tegen hetzelfde aan met het hele toeslagencircus. Waar ze nu met de kinderopvangtoeslag natuurlijk ook weer mee bezig zijn. Dat valt dan onder de Belastingdienst om dat allemaal af te handelen. Maar bijvoorbeeld zorgtoeslag en huurtoeslag. Er zijn ook toeslagen die vallen onder het UWV. En ik hoorde dat gisteren Lodders van de VVD, het Kamerlid van de VVD, die hoorde ik dat ook al zeggen. Ik dacht, dat vond ik opzienbarend. Die zei, we moeten van dat hele toeslagencircus af. Het zou veel makkelijker zijn om dat gewoon te verrekenen met de belasting. Gewoon lagere belasting doorvoeren. Weet je, even los van de vraag of de belasting nu natuurlijk überhaupt niet zou moeten bestaan. Maar als je dan toch al zoiets wil doorvoeren als een korting voor mensen met een laag inkomen. Ja, verreken dat dan gewoon op een hele simpele manier. En ga niet allerlei hele ingewikkelde constructies in het leven roepen. Die in de praktijk overigens ook helemaal niet werken. Want er zijn er weer ambtenaren die gaan besluiten of iemand wel of niet recht heeft op zijn toeslag. En dat loopt aan alle kanten fout. Er zijn allerlei drama's daaromheen geweest de afgelopen jaren. En die Tweede Kamer is daar zelf ook al lang niet blij meer mee. Dus ik dacht van, dat lijkt me wel een goede optie. Om dat gewoon dan maar te verrekenen. En dan gewoon lagere belasting door te voeren. Nou, zelfs al zou er een Kamermeerderheid daarvoor zijn, hè? En ook een Eerste Kamermeerderheid daarvoor zijn. Mm. Dat betekent dat er een hele hoop ambtenaren op straat moeten komen te staan. Mm-hmm. Waar die hebben vaak een hele belangrijke, noem je zoiets. Die kunnen eigenlijk bijna niet meer ontslagen worden. Hè? Dus die hebben allerlei rechten en noem maar op en juridische voordeeltjes. Ja. Dus die kun je eigenlijk niet eens ontslaan. En ik denk dat er niet van gaat komen. Dus, nee. Mm-hmm. Nee, die kun je dan langzamerhand zou je ze natuurlijk kunnen laten afvloeien. Op het moment dat ze met pensioen gaan of zo. Weet je, dan kun je zeggen, dan nemen we dus geen nieuwe mensen meer vooraan. Bovengemiddelde rechtsbescherming. Dat is natuurlijk wel een optie. Ja. Oké.
Ja, dat is ook een rare dynamiek. Hè? Maar als je het dan hebt over belastingen en hulp, dan denk ik mocht je een rijk iemand in de familie hebben. Dat is niet bij ons in de familie zo, want onze motto is altijd van een kale kip valt niet te plukken geweest. Maar stel dat het zo zou zijn, weet je wel, ja, dan moet dat niet continu belast worden. Hè? Wat nu bijvoorbeeld wel met een erfenis zou zijn, of weet ik veel wat. Ja, ja, ja. Wat er in de familie zijn, dan moeten belastingen gewoon vanaf. Want ja, kijk, dan werk je ook gewoon ergens voor. En zeker als je elkaar daarbij kunt helpen. Dat zou alleen maar goed zijn, hè? Dan, ja, als goed alternatief. Dus die belastingen eraf. En het is wel zo, als je een familielid wil helpen, schijnt het zo te zijn, tenminste dat heeft een belasting iemand me ooit verteld, iedereen mag je belastingafdracht betalen. Zolang het geld maar gestort wordt onder die en die vermelding. Wat ook nog zo is, ja, is dat je bepaalde familieleden, sowieso mag je iedereen, het maakt niet uit wie, mag jij per jaar een bepaald bedrag aan belastingvrij schenking doen. Dat mag sowieso. Maar als het bijvoorbeeld een nabij familielid is, dan gaat dat bedrag al heel snel omhoog. Ik geloof dat zelfs ouders die aan hun kinderen geld willen overmaken, die mogen zelfs €100.000 aan schenking doen als ze dat willen. Zo. Okay. En dat is ook belastingvrij, weet je. Dus daar zit die rem niet zo op, maar dat is wel een hele specifieke regeling. Ja, ja, precies. Want het vreemde is, het mag dan wel weer in huis wordt gestopt. Hè? En dan zie je dus ook weer zo van, ja, het volk moet inderdaad gepassificeerd worden. Hè? Het volk moet aan een huis worden gebonden en aan hypotheken, want dan zullen ze minder snel de spanning van een revolutie willen. Terwijl, ja, dat hoor ik ook van jullie. Je wil gewoon meer opties hebben, meer ruimtes, meer keuzes. En ook misschien zelfs wel meer tijd om over dat soort dingen na te denken. Ja. Ja, dat is wel. Ik vind het interessant dat je dat nou zegt, dat je meer opties wil hebben. Er zijn natuurlijk mensen die willen helemaal geen opties. Hè? Die willen gewoon de default en denken, ach, als het allemaal maar geregeld is, dan is het wel goed. Maar wat er dan feitelijk gebeurt, is dat de default wordt dat mensen als het ware onder curatele gesteld zijn. Voor 2/3 van je inkomen ongeveer, als je rijksbelasting, provincie, waterschap, gemeente bij elkaar optelt, dan kom je ongeveer op 2/3 van je inkomen dat door handen van de overheid gaat. Voor dat gedeelte van je inkomen ben jij gewoon onder curatele gesteld. Dan zegt de overheid eigenlijk, jij bent niet volwassen genoeg om voor 2/3 van jouw inkomen te bepalen hoe je dat zou willen uitgeven. Nou, daar kan ik met mijn hoofd niet bij, weet je. Dat er mensen zijn die dat graag zouden willen, of voor wie dat heel belangrijk is. Vooral in de gehandicaptenzorg zie je dat wel vaker terug. Of bij demente bejaarden bijvoorbeeld. Die zijn zelf niet meer goed in staat om daar zinvolle besluiten over te nemen. En dan kun je je voorstellen dat je iemand aanstelt om dat soort zaken voor ze te regelen. Maar om dat als de uitgangssituatie te nemen, dat is gewoon een hele rare insteek. Ik weet niet of daar bij de overheid überhaupt iemand wel eens zo over nadenkt. Dat ze denken, waar zijn we eigenlijk mee bezig, joh? Ik denk dat het daarom ook belangrijk is om die signalen te genereren. Als we steeds maar even uitgaan van de situatie dat de overheid dienstbaar is en het beste met ons voor heeft, dan is het heel belangrijk dat zij de juiste informatie krijgen om op te handelen. En daarin kunnen juist extra opties een rol spelen. Ja, want wat ik net zei ook, ik denk dat dat, afgezien even van het feit dat de mogelijkheid om nee te zeggen, is eigenlijk de beste onderhandelingspositie die je kunt hebben als individu. Maar als je opties hebt, dan krijg je inderdaad dat mensen die daar geen zin in hebben, ja, die worden niet in een hoek gedwongen dat ze toch moeten springen. Ja, want ze kunnen gewoon blijven waar ze zitten. Ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is van elke aanpassing die er wordt gedaan. Ja, want kijk hoe je het als libertariër kunt bedenken, dat wordt hem toch niet. En het heeft er ook weinig daar een hele soort theoretische exercitie van te maken. Maar ik denk, iets wat in de werkelijkheid zou gebeuren, in onze huidige politieke situatie, dat zou ongetwijfeld moeten samengaan met de mogelijkheid om te blijven zitten waar je zit. En juist dan door het optioneel te maken, die opties ook
economisch zinnig te maken. Ja, dus dat het niet een of andere politieke regelding is waardoor alleen maar meer ambtenaren aan het werk komen voor controles, maar daadwerkelijk een economisch zinnige regel waaruit zeg maar zinnige marktwerkende prikkels kunnen komen. Ja, dan zou de informatie kunnen ontstaan in het systeem. Dan zouden door keuzes die wel gemaakt door mensen die er zin in hebben, zouden de beleidsmakers die het beste met ons voor hebben, die zouden dan kunnen beslissen. Want dat is vaak het probleem. Als jij beslissingen voor anderen wilt maken, het is heel moeilijk, want je hebt informatie nodig. Hè? En vaak zijn ze wel gegevens, ja, maar zoals de IT ons leert, gegevens zijn geen informatie. En het is heel belangrijk om beslissingen te baseren op informatie. Dus het enige wat ik denkbaar acht is dat er inderdaad een soort optionele situatie bij komt, waardoor er een bepaalde vorm van informatie gegenereerd kan worden, waardoor mogelijk een stap de juiste richting op kan worden gemaakt. Ja. Ik weet het, de LP heeft wel een soort van voorstel gedaan in die richting. Hè? Die zijn uitgegaan van, op dit moment in ieder geval staat het programma, van een negatieve inkomstenbelasting. Waarbij ze dan een soort van grens hebben gelegd bij 40.000 euro aan inkomen. Als je daaronder zit, dan krijg je de helft van het verschil tot 40.000 euro krijg je terug. Weet je? Dus dan, dat stimuleert ook om dan wat harder aan het werk te gaan. Want ja, je houdt steeds maar de helft over van die 40.000, maximaal 20.000 als je helemaal niks doet. En dat is natuurlijk voorstel wat beeld of is, ja. Als je nu meer gaat verdienen bruto, dan is dat soms niet eens de helft wat je overhoudt. Ja. De vraag is dus, is dit nu zeg maar een realistisch plan? Is dit uitvoerbaar? Nou, in deze economie is alles realistisch. Het maakt verder geen fuck uit. Ik bedoel, we draaien nu sowieso al op gebakken lucht. Maar wat ik dan wel vind, bijvoorbeeld bij de LP, heb ik wel eens het idee van, jullie zeggen wel dat jullie vrijheid willen, maar eigenlijk wil je gewoon belastingverlaging. Heb het dan daarover, dan haal je in ieder geval die verwachting die verwarring weg. Ja, en als wat nu... ik wel begrepen heb, ik heb ze in een interview gezien deze week nog, was bij, Podcast. Een programma van iemand die vroeger bij de Piratenpartij zat. Die heeft Robert Valentine geïnterviewd, dus zowel tegenwoordig de voorzitter als op dit moment waarschijnlijk nog de lijsttrekker. Dus de lijst is nog niet bekend. En die Robert die zei ook wel, ja, er zijn natuurlijk meer punten waar de LP voor staat, maar dat is op dit moment niet iets wat goed verkoopt onder de kiezers. Dus dat is niet iets waar ze de nadruk op leggen. Nee. Waarschijnlijk vandaar dat het dan over die belastingverlaging gaat. Maar heb het dan daarover. Ze willen zelfs handhavers weer bewapenen, denk ik. Dat privéwapenbezit ook alweer een goed item is waar je mee scoort, toch? Ja, dat zou ik hopen. We hebben het natuurlijk vorige keer ook wel over gehad. Hè? Over die hele milities bijvoorbeeld in Zwitserland. En het verschil tussen de Verenigde Staten en Europese landen. Waar er bijvoorbeeld veel betere training is voor wapengebruik. En ook veel betere keuring. In deze context. Nu gaan we allemaal los. Wacht even hoor. Zullen we Klaas even eerst doen? Ja. Klaas. Ik denk dat je. In Nederland is er niks te winnen met wapenbezit. Ik heb zelf praktijkervaring met dat het gebied waar het niet zo streng is als in Nederland. Maar ik denk dat het in Nederland niet zo. Het is niet een punt waarmee je kunt scoren. Ja, maar discussie er is dat ze BOA's willen bewapenen. Omdat er eentje in elkaar geslagen is. Als eenmaal met tasers en pepperspray rondlopen, dan ga je al bericht in de krant krijgen dat de BOA's een 14-jarig meisje hebben getaserd omdat ze geen blowjob wilden geven, weet je wel. En dan snap je van waarom wapenbezit voor burgers in één keer een issue is. Ik denk niet dat een politieke partij zonder zetel zich... Nee, maar ik bedoel, de mensen die geen LP stemmen, dat zijn meestal ook die nooit LP zullen stemmen. Dat zijn meestal de mensen die het prima vinden als BOA's bewapend zijn. Snap je? Om terug te komen van, is het reëel? Ik denk dat je het heel goed uitlegt. Ik denk dat als je het dan hebt over van ik wil gewoon keuze maken van
om zelf invloed te hebben over mijn eigen pensioensopbouw, dat soort dingen. Ik denk ten eerste dat met die klappende pensioensfondsen, dat het nu ook wat relevanter is. En er kan van altijd weer komen van dat de overheid weer iets uitspookt. Nou, ik heb bijvoorbeeld oorlog genoemd, weet je wel. Mm. Nou, dat gewoon een flink deel van de bevolking vraagt van dat collectieve, dat is niet altijd even prettig of leuk. Ja, en dan dat je veel meer, als je er echt gewoon zegt, ik wil gewoon meer keuzevrijheid. Ik wil ook meer, niet zozeer meer concurrentie. Want dat is geen goed verkooppunt. Het heeft te maken met 30 jaar falend NS en dat soort dingen. Uh-huh. Maar de keuzevrijheid, dat is een heel goed en sterk uitgangspunt. En dat je daar dan ook zegt, en daar wil ik ook zelf de consequenties van dragen. Ja, volgens mij kan niemand je dat af willen nemen. Waar je tegenover komt te staan, en dan denk ik ook iets zo van wat er in de zorg is gebeurd, ook de afgelopen 30 jaar. Namelijk de emancipatie van de cliënt. Mm-hmm. Er was een soort betutteling naar de cliënt, die vergelijkbaar is, zoals nu, vanuit de overheid naar de burger. En waarin dus heel veel voor de cliënt, of nu dan de burger, bepaald wordt. Waarbij ambtenaren net doen alsof ze superburgers zijn. Soms hebben ze wat macrovisie over dingen die burgers niet hebben, dat klopt. Maar soms dan zijn ze ook helemaal van God los. Dat ervaren burgers, dat ervaren burgers heel sterk. Ja, als er weer een plan komt van, ik snap de logica niet. Nee, wat dit betreft even tussendoor. Ik vind het wat dit betreft wel heel mooi wat Pieter Omtzigt van het CDA gisteren in de Tweede Kamer zei. Het lijkt hier wel alsof de linkse partijen gewoon de koppen van de Volkskrant nemen en dat in de Kamer inbrengen als discussiepunt. En de rechtse partijen de koppen van de Telegraaf. En uiteindelijk gaat het helemaal niet meer om dat we hier een rechtsstaat hebben en dat er bepaalde regels zijn waar we ons allemaal aan moeten houden. En dat gaat dus in mijn beleving ook heel vaak niet meer over de fundamenten van wat zijn nu eigenlijk de rechten van de mensen in Nederland. En hoe kunnen we zorgen dat we zo goed mogelijk beantwoorden aan de wensen die er in de samenleving zijn. Het is nu een soort vaker handje klap tussen het maatschappelijk middenveld, zoals dat zo mooi heet, en de overheid, die dan onderling bepalen wat in Nederland de stand van zaken is en welke lijnen er gevolgd zouden moeten worden. Ja. Terwijl die eenheidsworst voor heel veel mensen gewoon niet de keuzes die ze zelf zouden maken. Ja, klopt. Hè? En de weerstanden die je kunt verwachten, dat zijn ook gewoon de bekende weerstanden. En de eerste is inderdaad van de mensen die sowieso al belang hebben vanuit het luie model uit te gaan, waarin ze zichzelf een positie hebben verworven. En dan denk ik met name aan bijvoorbeeld hoe Twan Manders in zijn verweer tegenover een aantal vragen van SP kwamen te staan, zeg maar. Ah, bij de Panama Papers was dat, tegenover Renske Leijten van de SP inderdaad. Ja, gewoon een hele andere, dat je gewoon uit de hele verschillende universums met elkaar zit te communiceren. Mm. Dat is wat je juist probeert te voorkomen. Even voor de luisteraar die dat niet gezien heeft, er kwam zoiets in voor als dat Renske Leijten zei, maar u heeft van ons een sociale woning gekregen, u heeft een uitkering gekregen, u zou dankbaar moeten zijn. Twan reageerde natuurlijk op begrijpelijke libertarische manier, op dat hij verontwaardigd was over die uitspraak, dat hij daar überhaupt dankbaar voor zou moeten zijn, omdat hij zich natuurlijk gedwongen voelde in die positie en dat hem alles was afgenomen, wat ik volledig begrijp. Want als je die zaak een beetje gevolgd hebt, dan snap je dat. Libertarische Twan en niet over 50 plus Twan, hè? Klopt, de 50-plus Twan die zat in het Europees Parlement, et cetera. Maar dit is onze eigen LP Twan die jarenlang voorzitter en lijsttrekker is geweest. Ja. En met zichtbare emoties. Hè. En dat is juist het sterkste. Dat je dus gewoon denkt van ik wil een stukje vrijheid. Ik wil ook een stukje zeggenschap. En dan denk ik dat er toch
meer, dat je meer ruimte hebt dan je zou kunnen verwachten. Niet iedereen zit vast in een systeem, zeg maar. Men accepteert het systeem. Dat is heel wat anders. Niet iedereen heeft belang bij het systeem. Ze accepteren het gewoon. Echt mensen, ja, als je dit zou voorleggen aan de directeur van het UWV, dat is een hele andere dynamiek dan als je bijvoorbeeld je buurvrouw zou vragen. Nou, wat ik veel merk, ik heb vrienden uit allerlei hoeken, maar wat ik veel hoor onder mensen die geen libertariër zijn, is dat ze vrezen dat als de overheid een kleinere rol krijgt, of er meer wordt overgelaten aan het bedrijfsleven, dat je dan diezelfde monopolisering van de markt krijgt, maar dan onder het bedrijfsleven, waar je niet de mogelijkheid hebt om daar iets in te stemmen of te kiezen. En ze hebben het idee dat dat nu in een democratie wel het geval is, wat ik persoonlijk niet denk, maar dat zou dan hun zwaar zijn tegen een soort van die macht bij de bedrijven. Maar dat nu al, toch? Ja, daar wil ik wel wat over zeggen. Ja, want, ja, Klaas. Ik snap die gedachtegang heel goed. Maar er is nu helemaal geen reden voor bedrijven om dat niet al te doen, inderdaad. Mm. Als jij een groot concern hebt met veel geld, dan is er helemaal geen enkele reden om op wat voor manier dan ook monopolie na te streven. En juist ook uitkoop van in de markt zijn. Dat kan ook het inkopen in regulering zijn. Het kan gewoon een bepaalde aspect. Dat zie je, hele grote bedrijven die leggen bepaalde aspecten bloot. Die laten vaak ook dingen echt goed mislopen in hun situatie. En dan, waar ze dan naartoe werken, is dat er een soort regulering komt. Hè? Soms kopen, ik weet het niet, dat is speculatie van mijn kant. Hè? Misschien dat ze het gewoon min of meer aanvragen bij de ambtenaren of bij de overheid. Maar ja, ze kunnen ook gewoon dingen op de spits drijven, omdat ze daar gewoon de positie voor in de maatschappij hebben. En dan vervolgens het natuurlijke verloop van de behoefte om het te reguleren af kunnen wachten. En dan ook gewoon op die regulering in kunnen springen, omdat ze al een gevestigde kapitaalpositie hebben. Ja, waardoor ze, hoe dan ook, of ze het nou direct of indirect doen, via de overheid of via de markt, een groot concern zal altijd aan zijn macht werken, aan zijn voortbestaan. En dat zal altijd neigen naar een soort stap richting het monopolisme. En daar ontkomt niet aan. En daar geldt weer voor dat de enige bescherming die je daartegen hebt, de mogelijkheid om nee te kunnen zeggen tegen wat voor product of dienst er maar wordt aangenomen. Maar hoe lang, want had je nog andere punten, suggestie? Was dat gewoon die ene suggestie die je had van de alternatief van de ZZP'er? Ja, ik heb nog wel één ding. Dat gaat een beetje terug op dat in het verleden die hele verzorgingsstaat veel meer werd vervuld door organisaties uit de samenleving zelf. Dus dat je in Nederland zie je een ongelofelijke liefdadigheidscircuit en ook allerlei fondsen die er bestaan voor ik weet niet wat voor doelen allemaal. Ja. Bij mij rijst eigenlijk de vraag van zou dat niet op heel veel punten een veel adequatere oplossing zijn dan dat soort taken maar bij de overheid te laten die met die specifieke doelgroep misschien helemaal wel geen voeling hebben. Dus bijvoorbeeld fonds voor het gehandicapte kind, allerlei, je kan het zo gek niet bedenken, studiefondsen voor Joodse meisjes zonder ouders, dat soort dingen. Er zijn allerlei fondsen en mogelijkheden in de samenleving die dat soort dingen prima kunnen oplossen. Dus mijn vraag is dan een beetje, zijn die fondsen niet gewoon een prima alternatief voor al die overheidsregelingen en al die instanties van de overheid die sectoren van de samenleving ondersteunen? Ja, toch? Ja, toch? Ja, maar hoe zie je dan, als je daar een idee over hebt, maar hoe zie je dat voor je, die transitie van de huidige situatie naar een situatie waarin fondsen een grotere rol spelen? Wie gaat er eerst? Johan, ga je gang. Nee, Klaas. Ja? Ik, hè? Kijk, dat is natuurlijk een hele wenselijke richting, hè? Dat je gewoon op eigen initiatief dingen regelt. En dat is ook waar je eigenlijk op aangewezen bent, in een situatie waarbij je
dus het wel in het schip valt als er niet een algemeen vangnet is. Mm. Dan het is ben je daar juist daarom dat ik dat benoem natuurlijk. Hè? Ja. Ja, dus het is in heel veel, voor heel veel mensen is het een daadwerkelijke realiteit dat ze daarvan afhankelijk zijn. Ik heb zelf zoiets dat de algemene, dat eigenlijk alles, want het is heel makkelijk om dingen te bedenken, zeg maar, die beter zijn, omdat hoe het is, is in sommige opzichten gewoon objectief wel slecht te noemen. Maar als je, zeg maar, aan een goed alternatief het label gaat hangen, dat het ook realistisch is dat het gebeurt, mm. dan kan je 90% van mijn ideeën wel meteen bij het vuil zetten. Mm. Dat is denk ik, ja, dat is het lot wat je als libertariër vaak zult treffen. Het is heel makkelijk om als libertariër tot dezelfde conclusie te komen. En dat hebben we ook wel eens gemerkt in het verleden, dat als je elkaar nooit had ontmoet en je ging over een item spreken waar je eigenlijk nooit over had nagedacht, dat je toch wel vrij vlot op hetzelfde principe terecht kwam. Mm-hmm. Dat is misschien ook de eenvoud van de filosofie. Maar als je, ik denk haalbaar. Ik weet niet of het haalbaar is, maar ik zou wel inderdaad willen dat binnen de wat je haalbaar is, wat je kunt doen, dus dat je in het spel meespeelt, dat je dan dingen zou afdwingen die daar een soort basis voor leggen. Dat je die vrijheid meer kunt nemen, wat jij zegt. Mm. Want in mijn ogen is als iets, zeg maar, vanuit een groep mensen zelf wordt georganiseerd, als iets vrijwillig tot stand komt, volgens mij hoort daar een soort gevoel van verantwoordelijkheid nemen bij aan de ene kant. Solidariteit hoort erbij, speelt er een paar bij. Dat zijn allemaal emotionele staten of een gevoel dat je kunt hebben. Ik denk dat daarbij misschien hoort ook gewoon dat je een beetje, als we het puur op Nederland betrekken, dat we een beetje los worden geweekt van dat alles afgekaderd is. Hè? Want wat jij zei net van die twee derde, die curatele situatie. Daarmee, alles is nu al zo voorbestemd, zeg maar. En de tendens lijkt ook dat het nog gekker moet dan dit. Je kan dat getal noemen, twee derde. Ik denk niet eens dat dat te veel is. Ik denk dat het voor sommige mensen zelfs aan de lage kant is. Maar net in welk spectrum van de economie je bevindt, qua inkomen en bestedingen. Maar als ik nu kijk naar, ik hoor letterlijk heel veel mensen echt vinden dat er moet nog meer worden geregeld. Er wordt eigenlijk een hele grote schil om nog meer collectiviteit gedaan. Mm. Dus dat vind ik heel moeilijk. Als ik dan denk aan wat voor beeld moet je daar dan tegenover zetten, dan denk ik dat je eigenlijk met een soort richtlijnen moet komen. Bijvoorbeeld dat je, als je 40 uur werkt, en ook al heb je minimumloon, moeten we gewoon betaalbare huur- en koopwoning zijn. Misschien niet op die plek, vlak naast, in de culturele centrum van een pittoresk stadje. Mm. Maar gewoon in een straal van 30, 40 kilometer waar je woont, moet dat gewoon beschikbaar zijn. En als dat niet is, dan mag regulering niet worden gebruikt om het in te perken. En dat is een principe. Dus Stefan, ik wil voor 200, 300 euro huren, of ik wil voor 6000 kopen. Kan het niet, dan zou je eigenlijk aanspraak moeten maken op het niet mogen verbieden door regulering. Dus dan ga je gewoon de overheid, en dan zeg je van, ik wil niet onrealistisch veel betalen voor die dingen. Ik claim gewoon mijn stukje land op, mijn stukje gebied. Realiseren. En dat mag net zo lang, in mijn ogen, totdat het gewoon bestaat. Hè, als het gewoon bestaat, dan zeg je, je wilt voor een relatief laag bedrag kopen of huren. Maar het bestaat gewoon, klaar. Ja, je hoeft niet alle natuurgebieden eraan op te offeren, wat dan ook. Maar zolang het absurd slecht is, zoals nu, dan moet je dat gewoon kunnen claimen. En ik denk ook dat bijvoorbeeld dingen zoals eten, eten moet gewoon niet duur zijn. Ik vind het heel raar dat we inderdaad een heel subsidiecircus hebben, of hoe noem je dat? Toeslagen. Toeslagencircus, ja. Het is inderdaad heel raar dat je aan de ene kant dat hebt,
Dat aan de andere kant ook linkse partijen ermee akkoord gaan dat drinkwater twee keer zo duur wordt. Mm. En het zijn allemaal kleine dingen, maar je kan zeggen, ja, in het totaal valt het gaat misschien in totaal maar een paar euro. Maar een stijging van 50% of een stijging van 100% is wel bizar. En ook die btw-stijgingen op eten. Mm. Dat zou eigenlijk, dan moet ik zeggen, nee, we gaan niet eten belasten. Hè. Als je inkomen hebt, moet je gewoon kunnen eten. En daarna pas belasten. Dat zou, ik weet niet of dat een haalbaar principe is, maar dat zijn voor mij misschien verhalen. En daardoor zou je een situatie kunnen creëren dat je in ieder geval het dagelijks leven door kunt komen. Mm. Zonder meteen door je hele inkomen te zijn. En, want ik denk dat dat soort, er moet een soort basis zijn waarop dat idee van jou kan wortel schieten. Mm. Ik denk dat... Ja, sorry, je bent al 5 minuten bezig, maar je geeft geen antwoord op de vraag: wat is de rol van liefdadigheid bij het plan? Nou, Richard, gooi hem los, jongen. Oké, ga los. Kom zo nog even terug bij Klaas voor commentaar. Ik begrijp wat de aantrekkelijkheid van liefdadigheid is. Want daar kun je voor kiezen. Ik geef hier aan, ik geef daar. Er zijn wel een aantal problemen van liefdadigheid. De eerste is, liefdadigheid maakt zelf ook kosten. Er zit altijd een overhead aan. Vandaar dat je het CBF-keurmerk hebt. Hè? De link heb ik ook gepost op de pagina van Stuurloos. Ja. Ja. Maar ga verder. Wat mensen ervan kan weerhouden om zelf te doneren. Want ja, het geld gaat alleen maar naar het kantoor en niet naar het doel wat ik wil steunen. De andere is, je kunt er wel geld geven aan zo'n liefdadigheid. Maar er zal toch ook iets of iemand tijd moeten investeren in het draaien van iets. Dus en in de huidige samenleving kost tijd gewoon geld. En, dat is ook niet raar, hè? Maar wat je ziet op die site van het CBF, die dus het keurmerk voor goede doelen, is dat ze heel duidelijk hebben aangegeven welk percentage van het geld dat binnenkomt bij zo'n goed doel opgaat aan overhead. Dat kun je per goed doel kun je dat checken op die site. Dus dat is eigenlijk een heel mooi soort vergelijkingsmechanisme. En het laatste punt is, wat doe je als er iemand heel veel geld aan het, buitenproportioneel veel geld aan zo'n goed doel geeft? Want dat levert ook. Ik begrijp dat dat een probleem is. Ja, want dat levert ook een bepaalde dynamiek op, dat anderen het ook allemaal gaan wantrouwen. Dat merk ik bijvoorbeeld in bij Bill Gates of zo. Maar de vraag is, van wat is de politieke invloed van een grote donatie? En de politieke invloed van de belasting, die wordt nu verdeeld over allerlei partijtjes hier in Nederland. Mm-hmm. En dat is die dynamiek ligt bij een liefdadigheidsdoel weer net wat anders. Dan verwacht je dus, iemand doneert heel veel geld, hij zou wel dit of dat willen. Ja, dat snap ik. Maar dan komen we weer terug bij wat Klaas net natuurlijk al een paar keer zei. Je hebt bij een liefdadigheid de mogelijkheid om nee te zeggen. Dat je denkt, dat is een goede doel, dat vertrouw ik dus niet meer. De hartelijke groeten. Ik ga naar een ander goed doel, want ik denk dat die het beter doen. Ja, maar dat betekent dus dat je dus liefdadigheid niet als structurele oplossing kunt aanbieden. Je kunt het wel als aanvulling gebruiken. Hè? Of je gaat zeggen van, we dekken hiermee de gevallen af die tussen wal en schip belanden. Mm-hmm. Heel goed. Maar niet als structurele oplossing voor structurele problemen. Ja. Dat Klaas, wou je nog reageren? Of, Nee, ik snap ook wel dat mijn verhaal was ook lang. Maar ik was eigenlijk bijna afgerond. Het punt wat ik wil maken is dat je... ik denk dat liefdadigheid wel degelijk die rol kan vervullen, omdat het gaat om grote getallen. Kijk, als je gewoon gaat kijken naar twee mensen en je gaat al je kennis van de wereld baseren over die twee mensen wel genoeg aan liefdadigheid doen, dan kan het heel wisselvallig resultaat opleveren. Individuen zijn nou veel minder voorspelbaar dan een massa. Maar een massa is wel degelijk voorspelbaar. En het is ook al vaak genoeg gebleken dat als je dingen niet collectief regelt, dan zijn heel veel zaken die nu
collectief geregeld moeten worden, dat zijn helemaal geen problemen. In de maatschappij waar het levensonderhoud veel goedkoper is. En dan kom je in de situatie waarbij de echte schrijnende buitensporige gevallen, die worden vaak wel opgevangen. Daarvoor is wel genoeg liefdadigheid. We hebben vaak genoeg in het gezien. Je weet van tevoren niet. Je kan niemand dwingen. Je kan het niet zeker voorspellen. Maar als er schrijnende gevallen is, dan is er eigenlijk altijd wel liefdadigheid. Dat is eigenlijk een soort constante. Dus in die zin geloof ik er wel in. En mijn lange verhaal net was eigenlijk, ik probeer eigenlijk een punt te maken voordat er moet een bodem zijn waarop meer mensen de vrijheid, de mogelijkheid hebben om daar een steentje aan bij te dragen. Doordat zeg maar dingen die gewoon ja, onmisbaar zijn, zoals een dak boven je hoofd, eten, drinken. Je moet eigenlijk politieke middelen aanwenden om te voorkomen dat dat een melkkoe wordt. Dat moet je eigenlijk af. Eigenlijk moet belasting pas een rol gaan spelen na de eerste levensbehoefte. Dat is mijn punt. Ik weet niet of het een realistisch punt is, maar als je dat zou nastreven, dan zou inderdaad voor iedereen, ook mensen met een heel laag inkomen, zou een heel scala aan private opties en aan liefdadigheidsopties een onderdeel van hun leven een rol kunnen gaan spelen. Ja. Ik heb daar twee gedachten bij nog. En dan ook straks wel aan een afronding toe. Dat als we Johan nog even gehoord hebben erover. Maar ik heb twee gedachten daarbij. Dat die, het idee dat mensen tussen wal en schip vallen, dat is niet alleen maar het geval bij situaties waar de overheid geen rol in speelt. Dat gebeurt juist ook in situaties waarbij de overheid wel een rol speelt. En mensen bijvoorbeeld niet weten hoe ze toegang kunnen krijgen tot een bepaalde regeling. Of bijvoorbeeld niet weten hoe ze bepaalde zorg moeten aanvragen. Dit principe zie je heel erg duidelijk terug in het aanvragen van subsidies, waar bepaalde grote instanties, daar hebben hele gespecialiseerde mensen voor hebben om die dingen aan te vragen. En die krijgen ze dan vaak ook. Terwijl juist kleine organisaties die ze heel goed zouden kunnen gebruiken, die subsidies, dan inderdaad tussen wal en schip vallen. En het is er heel vaak zo bij mensen die soort van te verlegen zijn om hulp te vragen of denken nee, ik los het zelf wel op, die steeds dieper in de penarie komen en als je daar dan thuis komt, dan zie je ook wel dat ze zelf vaak niet eens meer in staat zijn om hun eigen huishouden nog goed te runnen. En dat zijn vaak nu de mensen die tussen wal en schip vallen, ook omdat andere mensen niet de tijd en het geld hebben om daar zelf iets in te betekenen. Die leveren vaak wel mantelzorg, maar dat gaat niet goed, want daar hebben ze niet voldoende mogelijkheden toe. Ja, eigenlijk wat ik, daarom liet ik jullie even het woord, want ik denk wat ik wil zeggen, zullen jullie ook wel zeggen. Mm-hmm. Ik denk inderdaad, ja, stel als je in één keer een radicaal libertarische samenleving zou hebben en het UWV en alle vangnetjes zouden wegvallen, die door de staat geleverd worden, ja, dan is dat eigenlijk alleen maar een probleem voor mensen die, laten we zeggen, 3 generaties in de uitkering zitten, weet je wel. De vader zat in de uitkering, dienstvader zat in de uitkering, en dienstvaders vader zat in de uitkering, weet je wel. Die weten helemaal niet wat werken is, ja. Dat zijn er niet zoveel, hoor. Dus denk een paar gezinnen in een gemiddelde tokkiewijk, zeg maar. Al eerder benoemd waren, de hele rijke mensen die willen niet dat de plebs gaan rellen, dus die zullen dat ook wel, die zullen er ook wel wat tegenaan gooien om die mensen rustig te houden. Maar aan de andere kant schoot me ook te binnen. Ik ken een paar mensen die echt tussen wal en schip gevallen zijn. En dan zijn er toch nog weer van die liefdadigheidsorganisaties die mensen opvangen. Dus, Ja. Denk bijvoorbeeld aan Leger des Heils. Weet je, iedereen wel bekend. Vinden die mensen over het algemeen een goede plek. En er zijn wel meer van dat soort organisaties, hoor. Dus het... Daar zit Nederland niet om verlegen dat ze dat te weinig van zouden zijn of zo. Het is eerder dat mensen daar geen geld aan geven, omdat ze het idee hebben van nou, de overheid regelt dat toch. En dat regelt de overheid dus dan vaak niet. Ja, Klaas. Nou, ik wil eigenlijk niet mee eindigen, maar ik heb wel eens gehoord dat Jehovah's getuigen, die gaan dan langs de deur. Dan komen ze natuurlijk ook wel eens mensen tegen die echt in de problemen zitten. En soms in ruil voor wat bijbelstudie. Waarom denk je dat al die kerken dat doen? Ik bedoel, dat is voor hun ook een manier om... Ja, ik wil afsluiten met dat ik... Ja, mijn principe zeggen is de beste... Als je niet nee mag zeggen, is er geen marktwerking. Ja. Kun je niet, dan ben je de machtigste onderhandeling. Ik zeg, vertaal het eens naar seks als je geen nee mag zeggen. Wat is het dan? Ja. Dat is verkrachting heet dat, hè?
Maar het ding is ook dat het idee van consent, dat speelt in seks speelt dat een grote rol. Het speelt in de medische wetenschap speelt dat een grote rol. Maar om de een of andere reden is die consent met de overheid, terwijl dat sociale contract dat we allemaal getekend zouden hebben, dat speelt daar helemaal geen rol. Die hele consent is er nooit geweest en die bestaat ook niet. En mensen zeggen, nou ja, maar je moet niet zo moeilijk doen, want iedereen moet bijdragen. Weet je, nou, dat met die hele gedachte, daar beantwoord je totaal niet mee aan de weldenkendheid van mensen in het land. En volgens mij is dat echt niet de weg die je moet willen gaan. Is het ook geen duurzame oplossing. Ja. Nee, maar eens. En ja, mijn tweede punt is, ik denk dat als je eerst belasting en regulering moet na eerste levensbehoeftes pas beginnen. Ik denk dat dat ook een belangrijk aspect is. Ik denk dat je heel veel over hebt aan organisaties en ook dit thema van vandaag, UWV. Ik denk dat dat een veel minder belangrijke rol speelt als je eerste levensbehoeftes niet door regulering en belasting totaal onbetaalbaar gemaakt worden. Als je gewoon voor 200, 300 euro kunt huren of kopen. En je kan gewoon voor een paar honderd euro gezond eten. En dan speelt dat alweer veel minder rol. En dan kan je makkelijker in een ander vangnet rusten. Je kan makkelijker voor jezelf wat dingen regelen. Dus dat, die twee dingen. Bedankt. Wel mooi. Ja, jij bedankt. Richard, wil je een laatste woord? Nee. Dat van Klaas was zo mooi. Ja, nou prachtig, dan sluiten we daarmee af. Goed, uiteraard zijn we volgende week weer. We hebben uiteraard maandag hebben we Honkler Hangout met Yoshi. 24 uur lang. Met allemaal developers en ontwikkelaars en andere mensen uit de cryptowereld. Dus, en dan zijn we er dinsdag weer met Vrijheid Radio en donderdag weer Stuurloos. En ja. En voor volgende week bij Stuurloos gaan we het waarschijnlijk hebben over gezond leven en de keuzes die je daarin zelf hebt. En welke alternatieven er zijn voor de huidige regelgeving vanuit de overheid. Beste mensen, hier komt de eindtune. Ik wens in ieder geval iedereen een hele vrolijke en vooral een vrije week toe. En ik zou zeggen, ledokie!